Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Waal. Van harte welkom hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Ook uw begeleider heet ik welkom, de heer Boomsma. We weten dat 60 jaar gaswinning Nederland veel heeft gebracht, maar dat het ook zeker voor gedupeerde schaduwkanten bracht. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werkten publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? En we onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. En vandaag heeft de commissie een aantal wetenschappers opgeroepen die al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw actief onderzoek verrichten naar de relatie tussen gaswinning, bodemdaling, aardbevingen en schade aan huizen. Ja. En we beperken ons vandaag eigenlijk vooral tot de vroege fase. Tot het moment in het najaar van 2012, na de beving in Huizingen, waarin ook het SODM tot nieuwe inzichten komt. Als het gaat om de reacties op die inzichten en wat daarna gebeurt, dat zullen we na de zomer meer uitdiepen. Ja, duidelijk. Het verhoor met u zal worden afgenomen door mevrouw Van der Graaf en de heer Quint. En mogelijk dat ik zelf op het eind ook nog een enkele vraag heb. Ja. Is dat helder? Ja, heel goed, duidelijk. Ja. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Graaf. Ja. Meneer De Waal, u bent... Oh, sorry. Ja, ik begreep iets belangrijks. Ja. En dat is, ja... Ik dacht, na de eerste dag gaat het vanzelf, maar ik moet u nog wel onder ede zetten. Ja, tuurlijk. Ja, en dat gaan we doen. Ja. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. En u staat al. Ik sta al. Ja, en ik vraag u om mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u nu onder ede? Gaat u zitten. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Graaf. Meneer De Waal, vanaf de jaren 70 bent u bij het aardgasdossier betrokken als expert op het gebied van bodemdaling door gaswinning. Dat klopt. Het onderwerp van uw promotie ook bij de TU Delft. Ja, klopt. Eerst was u betrokken als onderzoeker bij het onderzoekslaboratorium van Shell. Ja. En vanaf 2009 als adviseur bij het staatstoezicht op de mijnen. Ja, dat klopt. Ja. Vandaag willen we het met u hebben over bodemdaling door aardgaswinning en uw ervaringen bij Shell en het staatstoezicht. Ja. Dan beginnen we bij dit verhoor bij uw baan bij Shell. Ja. In 1977, dan bent u net afgestudeerd. Dat klopt. In de experimentele natuurkunde. Ja. En gaat u werken bij het Koninklijke Shell Exploratie- en Productielaboratorium in Rijswijk. En over dat laboratorium hebben we een aantal vragen. Dat is goed. En de eerste vraag is, waar deed dat Shell-laboratorium nou eigenlijk onderzoek naar? Ja, dat eigenlijk alle aspecten van de opsporing en de winning, de productie van olie en gas. Dat is op een heel hoog niveau ongeveer wat daar gedaan werd. Het waren eigenlijk min of meer twee laboratoria onder één dak. Dat was de exploratieafdeling. Daar werd heel veel onderzoek gedaan. Hoe vind je nou nieuwe olie- en gasvelden? En dat was de productiekant van de zaak met de eigen directeur. Die keken van, oké, als je zo'n olie- of gasveld gevonden hebt, hoe kun je dat dan op de beste manier ontwikkelen, optimaal daar de olie en het gas uithalen. Ik zat zelf dus aan die productiekant. Oké. En wie bepaalde welk onderzoek er werd uitgevoerd? Ja, daar was een heel uitgebreid proces voor. Daar had ik in het begin zelf natuurlijk nog niet zo'n zicht op toen ik daar kwam werken. Daar lag gewoon een opdracht en een onderzoek. Later werd wel duidelijk hoe dat werkte. Er was een heel proces van voorstellen die gedaan werden. Kon voor een deel natuurlijk vanuit het laboratorium zelf, maar ook vragen van werkmaatschappijen. Het hele proces van research planning, daar was een uitgebreid werkproces voor. Uiteindelijk denk ik dat de beslissingen over wat er wel en niet werd onderzocht, dat lag op het hoofdkantoor, denk ik. Oké. Okay. Hoeveel opdrachten voerde het Shell-laboratorium voor de NAM uit? Ja, het onderzoek wat ik zelf deed werd volgens mij niet betaald door de NAM, maar uit de algemene pot.
Maar bijvoorbeeld in de aanloop in de jaren 60 naar het onderzoek voor, dat gedaan werd voor de NAM, waar gekeken werd hoeveel bodemdaling zou er kunnen gaan optreden door die gaswinning, dat is grotendeels een opdracht van de NAM, ik denk helemaal een opdracht van de NAM gedaan en betaald door de NAM ook. Oké. En het Shell-laboratorium deed ook onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning en dan met name bodemdaling. Ja, klopt. Hoeveel prioriteit besteden Shell-onderzoekers aan onderzoek naar bodemdaling? Nou, het was eigenlijk al een hele geschiedenis op dat gebied. Shell had olievelden in Venezuela in de jaren 60, 50 misschien zelfs al. Daar trad bij die velden veel bodemdaling op. En daar was uitgebreid onderzoek naar gedaan op het laboratorium. Dus er was een afdeling die zich daarmee bezighield, de afdeling petrofysica. Daar was apparatuur voor, er waren allerlei onderzoeken gedaan, er waren een aantal wetenschappers mee bezig. Op basis van die expertise die toen opgebouwd is, is in de jaren 60 aanvullend onderzoek gedaan naar wat voor bodemdaling er zou kunnen gaan optreden in Groningen. Dat was een vrij groot onderzoeksgebied, dus een heel groot onderzoek gedaan met laboratoriummetingen, theoretische modellen. Daar waren denk ik toch ja, moeilijk in te schatten hoor. Ik was er toen natuurlijk niet bij, maar er waren denk ik misschien wel in de orde van 5 tot 10 mensen fulltime mee bezig. Dat was het onderzoek waarvan u net zei dat dat gefinancierd werd, of in opdracht van de NAM werd uitgevoerd. Ja, in opdracht van de NAM werd gedaan. Er werden ook computermodellen ontwikkeld om die berekeningen mee te kunnen uitvoeren. Dus dat was vrij uitgebreid. Als je kijkt hoeveel mensen werkten er toen in totaal op dat laboratorium. Hoeveel waren dat er? Nou ja, toen ik daar kwam waren dat in de orde van 400 of zo, denk ik. Maar dan verdeeld over die twee, eigenlijk twee laboratoria onder één dak. Dus je zou kunnen zeggen, misschien 200, 200, dat weet ik niet precies. Maar ja, okay. Het was vrij klein nog in die tijd. En wat was de betrokkenheid van NAM en ExxonMobil, de andere aandeelhouder van de NAM, bij de onderzoeken naar bodemdaling? Voor zover ik daar zicht op heb, in de tijd dat ik daar zelf werkte, toen ik daar zelf werkte, was dat eigenlijk heel beperkt. Die onderzoeken die gedaan waren in de jaren 60 hadden geleid tot een voorspelling voor de bodemdaling die zou kunnen gaan optreden. Dat was iets in de orde van een meter. Het gasveld is in productie genomen, ja, dat is al in de jaren 60 gebeurd, maar eigenlijk is de gasproductie echt goed op gang gekomen begin jaren 70. Werden er metingen gedaan in het veld om te kijken hoeveel dat nou echt zakte. En dat was veel minder dan op basis van de laboratoriumexperimenten en de modellen was voorspeld. Dat was maar een kwart of zo van wat gedacht was. En het onderzoek wat ik toen ben gaan doen, was eigenlijk om te kijken van hoe kan dat nou dat die voorspelling zo verkeerd was. NAM had inmiddels, had NAM dan zelf gedaan, die vroege meting in het veld doorgetrokken. En dan kwamen ze op dat het uiteindelijk iets van 25 centimeter zou worden. Ik heb toen begrepen dat de onderzoekers in Rijswijk en de directeur van het laboratorium nogal geplaagd werden met het feit dat ze zo'n slechte voorspelling gedaan hadden. En dat ze toen besloten hebben om daar toch nog eens een keer naar te kijken. Dat is dus gedaan uit algemene onderzoeksgelden volgens mij, niet specifiek in opdracht van de NAM. Dus ik heb, terwijl ik dat onderzoek deed, ook heel weinig gezien van de NAM, eigenlijk niet. En, ik heb heel veel gesproken met de mensen die destijds dat onderzoek in de jaren 60 hadden gedaan. Ik heb die metingen overgedaan voor een deel. Ik heb de apparatuur bekeken, computermodellen bekeken, nou noem maar op. Maar daar was heel weinig externe invloed op. Grotendeels zelfs al gedaan. We hadden wel externe adviseurs ook. We hadden bijvoorbeeld een hoogleraar in Karlsruhe, gespecialiseerd op het gebied van gesteentemechanica. Waar ook wel wat andere experts in Delft, daar heb ik mee gesproken ook in die tijd. U zegt heel weinig externe invloed. Van de NAM. Van de NAM. Ja, van de NAM heb ik eigenlijk niet veel gezien in die tijd. Nee. En ExxonMobil? Nee, nooit iets van gezien. Nooit iets van dat gezien. Is eigenlijk zo gebleven. Ik heb nooit veel van Exxon gezien. Pas in de periode veel, veel later toen ik bij staatsstudie op de mijnen werkte, kwam voor het eerst mensen van Exxon in zicht. Ja. Oké, daar komen we straks op terug. Dank u wel. Even voor mijn duidelijkheid, had NAM ook beschikking over een eigen lab en een eigen onderzoekstak? Of was men daarvoor afhankelijk van het Shell Lab? Ze hadden wel een eigen laboratorium, heel klein was dat. Daar konden ze wel wat metingen doen, maar zodra dus ingewikkelde zaken werden,
waar ze volledig afhankelijk van het Shell-laboratorium in Rijswijk. Of ja, elders, ze kon natuurlijk ook elders onderzoeken uitzetten als ze dat gewild zouden hebben. Ja. En als ik het goed begrijp, u treedt in dienst in 1977. Dat is klopt. Kort nadat het laatste onderzoek van Shell uitwijst dat de geraamde bodemdaling in Groningen een stuk minder is dan aanvankelijk verwacht. Aanvankelijk ging het over een meter tot anderhalve meter. Ja, klopt. De laatste ramingen van Shell halverwege de jaren 70 zeggen dan, nou, 20, 30, 40 centimeter. Ja, dat was niet Shell volgens mij. Ik heb altijd begrepen dat dat de NAM zelf was. Okay. Dus de NAM zelf heeft op een gegeven moment gekeken naar die metingen die in het veld plaatsvonden. Dat doorgetrokken naar, oké, wat gaat het dan worden? Aangenomen dat dat eigenlijk lineair elastisch, zoals dat heet, een soort veer is, hè, dat reservoir. En dan kom je op die 25 centimeter. Daar hebben ze voorzichtigheidshalve volgens mij nog 5 centimeter bijgestopt. En toen gezegd, nou, we denken dat het 30 centimeter gaat worden. En het was die voorspelling van de NAM die aanleiding was voor uw onderzoek in 1977? Ja, de reden was het verschil eigenlijk. Waarom gebeurt er in het veld nou iets anders dan wat we op basis van metingen en berekeningen voorspeld hadden? En dat onderzoek dat u begint, dat is dan in opdracht van NAM? Nee, in opdracht van Shell? Volgens mij niet in opdracht van Shell. Oké. Okay. Ja. En hoe pakt u dat onderzoek aan? Want dan zijn de veldmetingen van NAM liggen er. Ja. Er zijn twijfels. Ja. Hoe gaat u dan te werk? Ik ben begonnen eind 77, november of zo, 77. Dus een algemene introductie. Ik ben eerst gaan lezen. Ik had natuurlijk zelf expertise op een heel ander gebied van vast waterstof. Dus ja, dat is toch echt wat anders. Dus dat duurt wel een paar maanden. Je leest je in, je leest de apparatuur, je gaat de apparatuur bekijken. Je leest de rapporten, je gaat met de mensen praten die in de jaren 60 dat onderzoek gedaan hebben. Want die werkte er nog steeds voor het grootste gedeelte. Op een gegeven moment ben ik een aantal metingen gaan overdoen. De gesteente monsters die destijds gebruikt waren, die waren er nog. Ik heb die metingen nog eens een keer overgedaan. Daar kwam min of meer hetzelfde uit. Ja, en ondertussen natuurlijk allerlei ideeën verzameld en zelf bedacht. En ook wel in gesprekken met mensen van waar zou dat nou van kunnen komen. En op basis daarvan aanvullend onderzoek gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld een keer naar Groningen gereden om, zodra zo'n steen uit het reservoir gehaald werd, zo'n boorkern zoals dat heet, om die echt binnen een dag in het laboratorium te kunnen meten en te kunnen kijken of dat bijvoorbeeld nog verschil maakt of niet. Moest u voor dat onderzoek vaker naar Groningen? Niet echt heel vaak, nee. Het was echt speciaal gevraagd toen om een nog warme kernsteen te krijgen, zal ik maar zeggen. En dat is ook wel gelukt, maar er kwam eigenlijk precies hetzelfde uit. Op een gegeven moment ben ik wel al die metingen die gedaan waren in het verleden gaan analyseren. Ook metingen die gedaan waren al in de jaren 50 en 60... En ik maakte mijn figuren. Ik deed met dat vaste waterstof wel dingen die een beetje daarop leken. Maar het was wel anders, maar toch. Dus ik ben ook figuren en analyses gaan maken zoals ik dat deed met mijn metingen aan vast waterstof in Amsterdam. En dat was anders. Ik deed het op een andere manier eigenlijk dan gebruikelijk was in de gesteentemechanica. Ik was natuurkundige. Nou goed, doe je dan een beetje anders. En toen zag ik ineens dingen waarvan ik dacht, hey, het lijkt wel alsof kruip een rol speelt. Dat het dus niet een veer is, hè, dat gesteente, wat je indrukt. En als je de drukte weer afhaalt, dan komt het gewoon weer terug. Het lijkt er ook op of er iets is dat je drukt het in. En dan gaat het in zekere mate wordt het in elkaar gedrukt. En als je dan wacht, dan zie je dat het nog langzaam nakruipt een beetje. Dat is iets wat je niet verwacht. De meeste mensen ook niet verwachten. Toen ben ik experimenten gaan doen om te kijken hoe dat dan werkte, hoe die kruip werkte. Het bleek ook kruipexperimenten nog uit het verleden te zijn, uit de Venezuela-tijd. En langzaam ontstond er een beeld dat misschien wel iets te maken had met die verschillen. En ik ben toen hele specifieke laboratorium-experimenten gaan doen, en berekeningen ook wel, om te kijken wat daar het effect van zou kunnen zijn. En ik kwam eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat het misschien wel was. Ze waren misschien wel 5 of 6 mogelijke verklaringen bedacht. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je haalt zo'n steen, boor je los uit zo'n gasreservoir. Dat geeft ontzettend veel trillingen en schokken en dan haal je druk eraf. Misschien raakt dat gesteente wel heel erg beschadigd. En als je het dan naar boven haalt, dan meet je niet wat er in de ondergrond gebeurt, want je hebt het gesteente veranderd. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld onderzocht door dat gesteente op allerlei manieren verder te pesten, door het te trillen, te zagen, te doen en dan te kijken of het nog anders werd. Dat was niet zo, het bleef precies hetzelfde. Je kunt er ook die kruipexperimenten gaan doen. En toen heb ik eigenlijk ontdekt dat als je zo'n steen belast, zo'n monster uit het veld,
En dat dan een tijd laat staan. In het begin deed ik dat een dag of een maand of zo. En het daarna weer gaat belasten. Dat je dan iets krijgt wat lijkt op wat in het veld gezien werd. Namelijk eerst veel minder zakking en dan na een tijdje gaat het harder zakken. Dat leek er natuurlijk op. En dat ben ik steeds verder gaan uitwerken. Ik denk ongeveer een jaar mee bezig ben geweest. En toen dacht ik dat ik de oplossing gevonden had. En dat verklaart ook waarom u uiteindelijk op een hoger aantal centimeters bodemdaling komt dan de land tot dan toe voorspelde. Ja, ja, mijn voorspelling was eigenlijk. Eigenlijk komt het omdat in het laboratorium kun je dat wel nabootsen. Je kunt wel iets belasten en een tijd laten staan en dan verder gaan. Je kunt ook op een gegeven moment wel met een zekere snelheid naar een bepaalde druk brengen en dan ineens 10, 100 of 1000 keer sneller verder gaan. Mm-hmm. Nou, dan krijg je ook allemaal dat soort verschijnselen. In het veld is de situatie nog extremer. Je hebt daar die gesteentelaag waar dat gas in zit. Die zit op 3 kilometer diepte, maar die is daar in tientallen miljoenen jaren naartoe gekomen. Dus het is heel langzaam is die druk opgebouwd. En dan ga je dat gas eruit halen. En het effect daarvan is dat die belasting op dat gesteente toeneemt. Want het gas draagt een deel van het gewicht van de steenlagen die daarboven liggen. Dat haal je ineens weg. Dat gaat ongeveer een miljoen keer sneller. En dat was op een gegeven moment mijn idee. Ja, je versnelt dat zo ongelooflijk. Misschien heeft dat dan wel heel veel effect. En dat bleek ook zo te zijn. In het laboratorium in ieder geval. En dan kun je dat tot een factor 1000 of zo kun je dat wel nabootsen. Maar ja, even goed, zo'n experiment in het laboratorium doe je natuurlijk toch in een dag of een maand. Ja, precies. Of zoiets. En de vraag is dan op een gegeven moment natuurlijk toch wel, kun je dat wel weer extrapoleren naar wat er in het veld gebeurt. Hoe was die verhouding in de kennisopbouw? Het Groningenveld is een specifiek gasveld met specifieke kenmerken. Ja. Aan de andere kant, u zegt zelf, we maken gebruik van onderzoeken uit Venezuela. De Po-vlakte ook, als ik me goed herinner. In Italië. Ja, dat was ook, dat was later eigenlijk hoor. Ja, ja. Hoe was die verhouding in uw onderzoek? De verhouding tussen algemene kennis uit andere gasvelden en het eigen onderzoek naar het specifieke karakter van het Groningen. Moet u misschien iets specifieker toelichten? Bedoelt u, was dat vergelijkbaar, dat onderzoek? Nou, meer gewoon van wat uiteindelijk de invloed was op het onderzoek. Leunde u vooral op onderzoek naar het specifieke van Groningen? Of leunde u daarbij vooral op internationaal vergelijkend onderzoek? Nou, ik keek wel naar andere dingen, maar dat hele aspect dat die snelheden en die snelheidsveranderingen en die kruip zo'n belangrijk aspect was, dat was gewoon nieuw. Dat heb ik zelf eigenlijk ontdekt. Het is wel zo dat we op een gegeven moment gingen naar een adviseur van ons in Karlsruhe, professor Goedehoes. Die was meer gespecialiseerd in de ondiepe ondergrond, dus zal maar zeggen de eerste paar honderd meter of zo. Dus dat noem je dan het heet soil mechanics, heet dat dan. Dat lijkt er wel op, maar het is dus bij veel lagere drukken. Maar die zei wel van, goh, dat verschijnsel kennen we eigenlijk wel, maar dan voor losse zanden en kleilagen. En daar hebben we wel modellen en theorieën voor. Dus hij was niet zo heel verbaasd eigenlijk. Wel verbaasd dat ook blijkbaar van toepassing was bij gesteentes die dan zo hard zijn als beton en op 3 kilometer diepte liggen. Maar daar kwam dus wel ondersteuning. En dat in een veel later stadium, toen ik in Delft gekeken heb of ik daar kon promoveren op dit onderwerp. Dus dat professor Verhuijt daar, die kende dat ook. En ook in Delft bleek modellen te zijn voor de ondergrond. Maar dan de ondiepe ondergrond. En die modellen waren eigenlijk vrij eenvoudig over te zetten naar de situatie in Groningen. Oké, dat kon wel. Dat kon wel, ja. Oké. Het is uw deskundigheid. Ja. En we willen heel graag goed begrijpen hoe het allemaal werkt en hoe het in elkaar zit. Ja. Die bodemdaling door gaswinning. Ja. Dus daar wil ik even met u doorheen praten, zodat we dat kunnen begrijpen. En ook dat het begrijpelijk is voor mensen die met ons meekijken en luisteren. Zou u misschien kunnen beginnen met het uitleggen hoe zo'n gasveld er nou van binnenuit ziet? Ja. Ja, dat is toch die laag waarin dat gas zit, bestaat eigenlijk uit zandkorrels, grotendeels. En die zandkorrels die zijn gedurende een periode van tientallen miljoenen, honderden miljoenen jaren in het geval van Groningen, zijn die langzaam steeds dieper begraven geraakt en onder hoge druk en temperatuur gekomen. En daardoor wordt eigenlijk de zaak steeds verder in elkaar geperst en raakt ook aan elkaar vastgekit. En dan krijg je iets van een iets wat lijkt op beton qua hardheid. Het is dus echt heel hard gesteente. Maar het zijn nog wel steeds die oorspronkelijke korreltjes. Die zijn nog wel steeds aanwezig, maar die zijn wel allemaal aan elkaar vastgekit geraakt. En tussen die korrels zit ruimte. Dat is de porositeit, heet dat.
En in die ruimte, daar kan gas komen. Dat gas borrelt in het geval van Groningen eigenlijk op uit de diepe ondergrond, het carbon wat daaronder zit. Komt omhoog en zou verdwijnen, waar het niet dat in Groningen daar bovenop een hele dikke laag zout ligt. En dat zout is absoluut ondoorlaatbaar voor gas. Dus dat zout borrelt omhoog, dat gas borrelt omhoog en raakt gevangen. En in het geval van Groningen is dat een heel uitgestrekt gebied, een heel groot zandlaag, sneetelaag. Die is, dat varieert nogal, maar tot 200 meter dik is die op sommige plaatsen in het midden van het veld bijvoorbeeld. En de druk is ook heel hoog, omdat het op een diepte van 3 kilometer zit. Die druk is iets van 300 atmosfeer. Dus 300 keer de druk die we hier op aarde, op het oppervlak hebben. Ja. Oké. Net ging het al even over hoe ver de bodem was gezakt. Als ik het goed heb, laten de laatste metingen in 2018 zien dat het 34 centimeter is. Klopt dat? Ja, 34 of 36, die orde van grootte ongeveer. Ja. Kunt u ons uitleggen hoe bodemdaling door gaswinning ontstaat? Ja, wat je hebt is eigenlijk die laag die daar ligt, hè? Die dikke laag. Daar zit, dat is een hard gesteente en daar zit gas in, met een druk van 300 atmosfeer. Daarbovenop ligt 3 kilometer gesteente. En het gewicht van die 3 kilometer dikke laag drukt op dat gesteente wat eronder ligt. En dat gesteente vangt dat voor een deel zelf op, maar voor een deel is het gas in die poriën, in die ruimtes tussen die korreltjes, dat ook helpt om dat gewicht te dragen. Als je nou gas gaat produceren, haal je dat gas dus weg en gaat de druk dalen van dat gas in die ruimtes tussen die korrels. Ja, dat helpt dus niet meer, dat kan niet meer dragen. Dat betekent dat dat gesteente een groter deel van het gewicht moet gaan dragen. En uiteindelijk, als je alle gas weghaalt, moet het volledige gewicht gaan dragen. Alleen door het gesteente van de lagen die daarboven zit. Dat leidt ongeveer tot een verdubbeling van de druk op dat gesteente. Dus is het eigenlijk hetzelfde alsof je die laag samenperst. Daar komt het op neer. En je kunt het dus nabootsen door in het laboratorium een stukje gesteente te pakken uit dat reservoir. En dat in een pers, hè, onder hoge druk te brengen. En dan die druk te laten oplopen. En dan kijk je wat er gebeurt met dat gesteente. En ondanks het feit dat het zo hard is als beton, ook beton kun je samendrukken. Dus als je, en omdat het om 300 bar gaat, echt een hele grote toename in de kracht, krijg je dan toch een zekere samendrukking die ligt in de orde van een 0,5% of minder of zo. Maar het is toch, en omdat het dan 200, 300 meter is, tikt dat natuurlijk toch aan en kom je dan toch uiteindelijk op een aanzienlijke hoeveelheid daling. Nou, dat gebeurt natuurlijk op 3 kilometer diepte. Mm-hmm. Maar dat Groningen is toch min of meer een pannenkoek. Je moet je voorstellen dat is 60 kilometer in diameter, maar het zit maar op 3 kilometer diepte. Het is een hele ondiepe pannenkoek die onder de oppervlak ligt. Dus dat betekent alles wat er op 3 kilometer diepte ligt, ja, die laag die erboven zit, die zakt gewoon mee. En zo krijg je dus aan de bovenkant krijg je bodemdaling. En is dat over het hele veld gelijk? Ja, je zou zeggen dat in het centrum van het veld is dat wel ongeveer gelijk. Hè? Maar wat je wel krijgt is dat die laag is niet overal even dik, dus op sommige plaatsen is die het loopt geleidelijk zo naar het noorden, wordt die dikker, naar het zuiden toe wordt die dunner. Dus daar zit het dikteverschil, dat geeft natuurlijk wel verschillen. En aan de randen, buiten het veld, is geen drukdaling, dus je krijgt een soort van platte schotel aan het oppervlak daardoor. Dus het varieert wel degelijk over het veld, maar als je bekijkt, het is in Groningen, omdat het zo'n groot veld is het meer een soort, ja, het is meer een soort bord. Het is een soort ja. Het middengebied zakt eigenlijk min of meer in zijn geheel langzaam naar beneden. En dan naar de randen toe krijg je een geleidelijke, dat het minder wordt. En uiteindelijk op wat grotere afstanden van het veld is er geen bodemdaling meer. Een diep bord. Een soepbord. Ja, wordt wel gebruikt als term. Okay. Ja. Daar hebben we allemaal een beeld bij hoe dat eruit ziet. Waarin verschilt bodemdaling door gaswinning nou van andere type bodemdaling? Nou, dat is eigenlijk op zich redelijk vergelijkbaar. Je kunt bodemdaling ook krijgen door bijvoorbeeld water te winnen. Dat is natuurlijk veel ondieper, maar dan die verschijnselen lijken daar heel erg op. Mm-hmm. Alleen ja, dan is het dus de dimensies zijn allemaal wat anders. Dus er zijn ook wel theorieën, of er zijn vergelijkingen met waarmee je kunt uitrekenen hoe dat zich vertaalt. Hè, van wat er in de diepe ondergrond gebeurt naar het oppervlak. Je kunt ook bodemdaling krijgen door mijnbouw, kolenmijnbouw. Dan haal je echt dingen weg, lagen. Dat stort dan vervolgens in en vertaalt zich omhoog.
Dat is ook net weer even anders, maar het lijkt allemaal wel op elkaar. Dus met name die theorieën, en die zijn goed gevalideerd om die bodemdaling beneden te vertalen naar het oppervlak, die zijn goed bekend. En zoutwinning? Ja, zoutwinning kan dat ook prima. Eigenlijk overal waar je iets weghaalt in de ondergrond. Alleen zoutwinning is dan anders, omdat je daar eigenlijk, als je het dan bekijkt, dan heb je een holte in de ondergrond. En vaak staat een hele dikke, nou dat varieert nogal, maar het kan bijvoorbeeld een vrij dikke zoutlaag zijn waar je een holte in maakt. Die holte krimpt dan in de loop van de tijd in. En dan ja, krijg je natuurlijk hetzelfde, het zout aan weerszijden daaromheen stroomt dan naar die holte toe, vult die holte op. Ja, en netto neemt de dikte van de zoutlaag daar tot door af. En dat vertaalt zich dan weer naar boven, ja, naar bodemdaling. En hoe groot is het risico op bodemdaling door gaswinning? Dat ligt er heel erg aan een aantal verschillende factoren. Dat ligt natuurlijk aan hoe zit het met het gesteente. Als je dus zacht gesteente hebt, bijvoorbeeld loszand zoals het aan het strand ligt, dan kan zo'n gesteente echt 5% of zo in dikte veranderen door die gas- of oliewinning. Groningen is nou ja, zo hard als beton, dus dat is een paar tiende procent maar. Dus op 100 meter, wat krijg je dan? Een half centimeter of zo? Nee, een paar centimeter, ja. Verder maakt het uit hoe diep ligt het nou. Nou, dat is met name van belang als je een klein veldje hebt. Dus je moet als het ware zien, als je de begraafdiepte van het reservoir en de afmetingen van het veld zijn daarin karakteristieken die je mee moet nemen. Als je vrij kleine velden hebt, kan het bijvoorbeeld zijn dat de bodemdaling aan het oppervlak maar de helft is, of een derde van wat er in de diepe ondergrond gebeurt. Maar Groningen is zo groot, die pannenkoek waar ik het net over had, dat het eigenlijk één op één gaat. Ja. En dan de hoeveelheid drukdaling. Als je een klein beetje gas eruit haalt, of als er bijvoorbeeld van de zijkanten water in kan stromen, in olievelden heb je dat vaak, waardoor die vloeistoffen die in dat gesneden zitten op druk blijven, dan krijg je ook veel minder bodemdaling. Dus je hebt manieren om heel snel, echt in 5 minuten, te kunnen inschatten. Als je zegt, nou, dit zijn ongeveer de afmetingen, dit is ongeveer de drukdaling, dit soort gesteente wat je hebt, dan kun je vrij snel zeggen van, nou, hier krijg je een paar centimeter, 10 centimeter, een meter, 5 meter. Dat kan. Dus bodemdaling kun je beïnvloeden? Je kunt het beïnvloeden, ja. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik haal er iets uit, het gas bijvoorbeeld, en ik pomp er wat anders in, water of gas. En ik voorkom op die manier dat de druk, dat geeft wel allerlei complicaties natuurlijk. Want gas en water gaan zich dan mengen, of die twee gassen gaan mengen. Maar het kan wel, ja. En hoe wordt die bodemdaling nou gemeten? Ja, dat is niet mijn specialisme op zich. Weet u er wel iets van? Ja, ik weet er op zich wel van natuurlijk, want ik heb die metingen veel gebruikt. Ik heb er ook wel naar gekeken. Je maakt een netwerk van meetpunten aan het oppervlak. Het zijn individuele plekken waar je bouten, die draai je in een huis of op plekken waarvan je denkt dat het stabiel is. En vervolgens meet je van punt naar punt steeds hoe de hoogte van die bouten ten opzichte van elkaar verandert. En dan zijn er technieken, computermodellen, technieken, om die metingen vervolgens allemaal te gebruiken, om daarin vast te stellen van, Oké, je kunt je voorstellen als je ver weg begint buiten het veld en dan meet je steeds naar de volgende bout. Naar het midden van het veld, het is in werkelijkheid wat ingewikkelder, maar goed, dan kun je dus vaststellen hoe ver het daar gezakt is. Ja. En dat kun je steeds doen. Dat kun je iedere jaar of iedere 5 jaar kun je dat herhalen. En op die manier krijg je een beeld hoe dat in de tijd verloopt. En je hebt dus ook een beeld, omdat je een heel netwerk over dat veld hebt, krijg je ook een beeld van hoe dat ruimtelijk zich verdeelt. En hoe verloopt dat in de tijd? Kunt u dat aangeven voor een periode van een jaar? Nou ja, de oorspronkelijke verwachting. Het ligt natuurlijk ook weer aan hoe haal je dat gas eruit. Maar als je dat gas met een redelijk constante snelheid eruit haalt, was altijd het idee dat je dan aan het oppervlak een geleidelijke zakking krijgt, die met een constante snelheid eigenlijk zakt. En die weer ophoudt op het moment dat je stopt met het winnen van gas. Mijn oplossing voor de verklaring van de verschillen die optraden tussen de voorspelde en de waargenomen bodemdaling was dat het zo niet gaat. Je begint wel op die manier. Het zakt, maar het zakt dan veel minder dan je zou denken. En dan na een gegeven hoeveelheid gasproductie, in het geval van Groningen is dat iets van 80 atmosfeer of zo, dus een kwart of zo, van een derde tot een kwart van het gas wat er zit, versnelt dat en krijg je dus ineens per hoeveelheid gas die gewonnen wordt meer bodemdaling. In Groningen verdubbelt dat ongeveer, ja, die orde van grootte.
En wat zijn de gevolgen van bodemdaling door gaswinning? Ja, ook daar moet ik zeggen dat het niet echt mijn specialisme is, maar ik heb er natuurlijk wel veel, ik heb wel naar gekeken en veel over gelezen. Er zijn mensen die kijken dan van wat kan er dan gebeuren als je die bodemdaling krijgt. Ja. Nou, ten eerste natuurlijk op de grootschalig, ons even tot Groningen beperken bijvoorbeeld. Als je in het midden van het veld natuurlijk een bodemdaling voorspelt van een meter en aan de randen niet, dan ja, gaat al het water natuurlijk gewoon naar het midden van het veld toe lopen. Dat zou je niet willen. Nou is dat sowieso natuurlijk een poldergebied wat bemalen wordt, maar het betekent dus dat je allerlei aanpassingen moet doen. In kanalen, rivieren, alle waterwerken, ook in de bemaling van het gebied. Hè. Je moet dus grondwaterstand gaan aanpassen. Dijken moet je eventueel gaan verhogen als zo'n dijk op een plek ligt waar je ook een redelijke bodemdaling voorspelt. Dus dat zijn echt grootschalige dingen. Ja. De algemene kennis op dat gebied zegt ook als je zo'n daling hebt die zo geleidelijk gaat, zo'n geleidelijk soeport zoals je dan in Groningen hebt, dat... Ja, of als je hier staat en je staat een paar honderd meter verderop, dat is dezelfde daling. Dat eigenlijk niet heel veel zou doen. Dat je dus niet grote spanning aan het oppervlak zou kunnen krijgen of verschillen. Een huis of een groot gebouw. Ja, op alle plekken is die daling wel door de gaswinning ongeveer hetzelfde. Je kunt wel natuurlijk hebben dat die aanpassingen in het polderpeil die gedaan worden, hè, om dat waterniveau natuurlijk mee te laten zakken. Daar kan natuurlijk wel dingen doen. Je hebt, als er bijvoorbeeld zandlagen en kleilagen en veenlagen zijn waar je dat water in verlaagt, dan kun je wel verschillende zakkingen aan het oppervlak krijgen daar ook. Maar ja, wat experts, wat ik er zelf niet ben, op dat gebied altijd zeggen is dat ja, God, het verschil tussen zomer- en winterniveau door de bemaling is sowieso al veel groter dan de verschillen die je zou kunnen krijgen door aanpassingen van het pol. Dan praat je over ja, 10, 20 centimeter of zo. En vaak heb je al verschillen tussen zomer- en winterpeil die in de orde van een meter zijn of zo. Ja. Dus de algemene gedachte was dat dat niet zo heel veel zou doen, die bodemdaling. Wel grootschalig, voor de waterhuishouding met name. En daar zijn dus ook allerlei voorzieningen voor getroffen. Ook ja, geldpotten voor gecreëerd om dat te kunnen betalen. Voor individuele huizen, heel lokaal, was de verwachting dat er niet veel schade zou optreden of dat er eigenlijk geen schade zou optreden. Dat was de verwachting? Ja. Ja. En dat is ook altijd wel bevestigd door onderzoeken die gedaan zijn, bijvoorbeeld door Deltares of TNO. Of, ja. Ja. Tot heel recent? Tot heel recent, ja. Okay. Ja, volgens mij is er 1 of 2 jaar geleden nog een rapport verschenen daarover. En ook dat rapport concludeerde weer dat de gevolgen van de bodemdaling door gaswinning, dat de verwachting niet was dat dat zou leiden tot schade aan gebouwen. Ja. Okay. Kunt u schetsen wat de relatie is tussen bodemdaling en aardbevingen in Groningen? Ja, oorspronkelijk was eigenlijk helemaal niet bedacht dat die gaswinning zou kunnen gaan leiden tot aardbevingen. Er waren wel wat voorbeelden in de literatuur. Er was bijvoorbeeld een veld in Amerika, waar dat veld ja, dat had 5 of 6 meter bodemdaling gehad. Daar waren wel verschuivingen plaatsgevonden in de lagen boven het reservoir. En aardbevingen gevoeld dus ook. Maar niemand heeft bedacht dat dat ook in Groningen zou kunnen gaan optreden. Tenminste, voor zover mij bekend. In de jaren 60 heeft niemand dat geopperd of bedacht. Wat je krijgt is als je een nette zandlaag hebt, waar je overal die druk gaat verlagen, dan zou je niet echt verwachten dat daar aardbevingen optreden. Maar zo is de situatie niet. In die ondergrond zitten breuken, scheuren als het ware in dat gesteente. En het gesteente, die laag is ook niet netjes overal één laag, maar die is vaak verschoven. Je krijgt dan stukken die omhoog en omlaag zijn verschoven. En met name als je zo'n breuk hebt waar 2 van die lagen zitten aan weerszijden, als je dan bodemdaling krijgt aan beide kanten, dan kun je voorstellen dat hier een deel van het gesteente tegen een laag zit die niet, en zit tegen zout aan bijvoorbeeld, of tegen een gesteente daaronder, die niet compacteert, die niet samengedrukt wordt, ja, dan kun je voorstellen dat er spanningen gaan optreden. En dat kan aan beide kanten gebeuren. En als je natuurlijk een hele tijd, duurt wel een tijdje, maar als je een hele tijd gas weghaalt en die spanning bouwt zich op, dan kun je voorstellen dat dat ineens alsnog, oh sorry, dat mocht niet, alsnog losspringt en dan krijg je een aardbeving. Dat is een aardbeving, dus dat is het mechanisme. Okay. Dat is pas duidelijk geworden dat het mechanisme was in, nou ik denk begin jaren 90, eind jaren 80. Geen jaren 90.
met name de heer Roest, die er zo meteen komt. Sinds eind jaren 80, begin jaren 90, weten we dat deze relatie tussen bodemdaling... Dat dit het mechanisme waarschijnlijk is. Ja, nou er was niet iedereen op dat moment al overtuigd natuurlijk, maar dat is toen wel voor het eerst geopperd. Okay. Dat er aardbevingen konden optreden door olie- en gaswinning, was al wel bekend, denk ik. Volgens mij is de eerste aardbeving op dat gebied al opgetreden in de jaren 20 ergens in Amerika. Maar dat is ook zo'n extreem geval waar de bodemdaling 8 of 9 meter was. Ja. En was dat op basis van onderzoek in Nederland of in het buitenland? Ik was me daar destijds niet van bewust, van onderzoek in het buitenland. Waar ik nu over heb is op basis van onderzoek in Nederland, met name door de heer Roest bijvoorbeeld. Waar was ook wel onderzoek in de Verenigde Staten. Later heb ik ook wel gezien dat er in de jaren 70, maar het is heel sporadisch hoor, er zijn heel weinig publicaties op dat gebied. Er is het Lakveld in Frankrijk, waar ook aardbevingen optraden. Dat is ongeveer dezelfde periode is dat, denk ik, eind jaren 80, begin jaren 90. Eigenlijk misschien nog wel iets later, veel van die publicaties. Als je nou zegt, hoeveel publicaties zijn er nou over het optreden van aardbevingen door het winnen van allerlei dingen, hè? Olie, gas, water, dan is daar bijna niks te vinden. Maar er zijn wel een paar dingen. Er is een publicatie uit de jaren 70, ergens in Amerika. Ja. Okay. Maar het was meer dat het waargenomen werd, volgens mij, dan dat daar nou zo heel uitgebreide theorieën over gepresenteerd werden, hoe dat dan zou kunnen komen. Ik wil nog even met u terug naar de discussies over bodemdaling in de verschillende modellen. We hadden het net al even over het door u ontwikkelde model. Ja. Voor de kijkers thuis, het Rate Type Compaction Model. Ja, zo heet dat. Ja. Ere wie ere toekomt. Maar op een gegeven moment verschuift daar iets. U heeft dat model ontwikkeld, de NAM maakt daar gebruik van. Maar in 1990 stappen zij daarvan af. Ja. Dan stellen ze ook de prognose van bodemdaling fors bij. Ja. Die gaat van 65 naar 36 centimeter. Kunt u ons meenemen in wat daar gebeurde? Waarom de NAM plotseling die prognose zo fors bijstelde? Ja, dan moeten we denk ik even naar de tijdlijn kijken vanaf mijn onderzoek, even snel in vogelvlucht. Ik heb het onderzoek dus gedaan in eind jaren 70. Ik heb daar destijds een rapport over gezegd. Nou, dit is denk ik de verklaring, dat zou heel goed kunnen. Daar was iedereen erg enthousiast over aanvankelijk. Dat bleef ook wel zo hoor bij veel mensen. Maar de experts in Rijswijk, met name Jan Geertsma, die groot expert was op dat gebied, echt autoriteit, was daar heel enthousiast over. Eigenlijk iedereen aan wie het gepresenteerd. Ik heb nog een prijs gewonnen, zelfs volgens mij voor beste onderzoek of zo. Daar zijn we toen mee naar de NAM geweest. Of eigenlijk ben ik bij een vergadering geweest waar dat gepresenteerd werd. Ik mocht dat presenteren op het hoofdkantoor. Nou, iedereen daar was ook erg enthousiast. De NAM was wat voorzichtiger. Dat praten we dus nu over 1980 of zo, 81. Die zeiden, dat zijn laboratoriummetingen. Dan moet ik toch maar afwachten. En ja, in het lab kun je geen miljoen keer versnellen. Dat gaat niet. En het gaat allemaal. Dus laten we nou nog even wachten voor we hiermee naar buiten gaan. Dus dat is ook gebeurd. Dus een tijdje is gewacht. Maar op een gegeven moment in 1983 was dat volgens mij. Ik werkte toen tijdelijk in Houston, in Amerika. Er werd mij gevraagd om voor een week terug te komen naar Nederland en samen met een collega de bodemdalingdata in Groningen te analyseren, samen met mensen van de NAM. Want zij dachten te zien dat het ook werkelijk gebeurde, dat die versnelling die voorspeld was ook begon op te treden. Nou, even ook zo te even voor de duidelijkheid. U had een model waarin accelererende, sneller wordende bodemdaling een rol speelde. Ja. NAM betwijfelde dat aanvankelijk. Dus ja, nou, laten we maar eens even afwachten. En u werd toen u in Houston zat naar Nederland gevlogen met het idee van, nou, volgens mij zien we hier gebeuren wat in het onderzoek van de Waal voorspeld is. Ja, dat was een initiatief van de NAM trouwens. Ja. Ja, dus we hebben toen samen met iemand van NAM hebben die data geanalyseerd en dat leek er inderdaad heel duidelijk op dat dat toch echt aan het gebeuren was. Dus daarmee hadden we bevestiging dat het werk wat in het laboratorium gedaan was en het model wat ontwikkeld was op basis van laboratoriummeting ook in de praktijk van toepassing was. Dus dat was het moment dat eigenlijk de NAM uw model ook omarmde of accepteerde? Zeker. Ja. Ja, en dat was 83, 84. In die tijd is ook contact opgenomen met staatstoezicht op de mijnen. Daar was ik zelf helemaal niet bij betrokken hoor, dat deden NAM allemaal zelf. Die hebben dat daar ook laten zien.
Opmerkelijk, maar dat heb ik nu pas heel recent ontdekt, blijkt dat ook iemand bij SODM al eerder, zelfs al in 1976, meende dat hij dat zag in die bodemdalingsdata en versnelling, dat hij dat ook toen al gezien heeft. Maar daar is verder nooit heel veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar hij dacht dat toen al te zien. Ja. Nou, iedereen heeft dat nooit verder onderzocht. Dus toen niet echt verder onderzocht. Nou, volgens mij heeft hij wel vastgelegd. De NAM had toen op het moment dat ze die bodemdalingsvoorspelling bijstelde van een meter naar 30 centimeter, heeft hij wel die opmerking gemaakt dat hij dat nog te vroeg vond. En het is ook altijd wel zo geweest dat die meter is de basis gebleven eigenlijk altijd voor de planning van aanpassing aan de waterwerkingsschadevergoeding. Nou goed. Zijn dan in 83, 84, iedereen zegt, god, dat is het dan blijkbaar toch, hè, dit model is van toepassing. En dan besluit NAM om daarmee naar buiten te gaan. Ze zeggen, nou, het zou ook wel goed zijn om dit echt goed te laten onderbouwen. Nou, wetenschappelijke publicatie daar op basis daarvan doen. Ik zelf vond het wel erg leuk om daarop te promoveren. Heb ik voorgesteld, dat vonden ze een goed idee. Iedereen vond dat een goed idee. Dus toen zijn we naar professor Vooruit gestapt in Delft. En gevraagd of dat inderdaad iets is waar je op zou kunnen promoveren. Hij vond van wel. Toen is uiteindelijk in, ik meen 85 of 86, is die bodemdaling door de NAM bijgesteld weer. En is toen naar, dacht 65 centimeter of zo, 60, 65 centimeter. 85 en 65 centimeter, ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Nou, iedereen blij, ja, iedereen tevreden, we zijn klaar. Een jaar later ongeveer ben ik weggegaan bij het laboratorium in Rijswijk. Ben ik in Aberdeen gaan werken. Een heel andere tak van sport. Ben gaan helpen bij het opsporen van olie en gas op de Noordzee een aantal jaren. En op een gegeven moment, maar daar ben ik dus zelf helemaal niet bij betrokken geweest, in 1989 is de NAM weer naar staatsstudie gestapt en hebben ze gezegd van ja, volgens ons, nou, denk ik toch niet dat het dat reetijdcompactiemodel is. Volgens ons is het toch gewoon een veer, is het gewoon lineair elastisch. En we willen de voorspelling weer bijstellen naar iets van 33 of 36 centimeter of zo, die orde van grootte. Nou, dat was wel wat. Het bleef maar op en neer gaan. Het bleef steeds veranderen natuurlijk, die voorspelling. Dus SODM heeft toen aangedrongen op een onafhankelijk second opinion. Een onderzoek door externe autoriteiten. Dat is ook gebeurd. Maar dat onderzoek is betaald door de NAM. Die hebben MIT, Massachusetts Institute of Technology, gevraagd om gewoon eens een keer naar het geheel te kijken. En te kijken wat nou de waarheid was. En of die nieuwe voorspelling van de NAM, waarbij ze dus zeiden van, nou, is gewoon weer lineair elastisch. Het is een veer, het wordt gewoon iets in de 30, 33 centimeter, die orde van grootte. Klopt dat nou of zit dat toch anders? Ze hebben dat gedaan. Twee zeer gerenommeerde onderzoekers van MIT, Toksos en Walsh, hebben daar een uitgebreid rapport over geschreven. Er is een vertrouwenscommissie bij betrokken. Ik heb er allemaal zelf heel weinig van gezien, want ik zat in Aberdeen, ver weg. Je had nog geen internet en je had nog geen websites, dus dat, in die tijd was dat allemaal wat lastig. Ik wist dat het gebeurde. Ik sprak wel met collega's in Rijswijk. Maar... En zij kwamen tot de conclusie, nee hoor, het is allemaal goed wat de NAM doet. Is, prima, state of the art, helemaal goed. En dat rate-type model, nou, het werd nauwelijks genoemd in het rapport. Een beetje wordt gezegd, nee, dat is niet van toepassing. Wordt gewoon weer 33 of 36, ik weet niet meer precies wat het getal was, centimeter. Aan het eind van de productieperiode. Opmerkelijk, heel opmerkelijk eigenlijk. Mijn model en werk werd eigenlijk afgeschreven. Ja, er zijn een paar dingen die ik daar opmerkelijk aan vind. U zegt heel specifiek de second opinion van door MIT wordt door NAM zelf betaald. Ja. Is dat ongebruikelijk? Ik geloof dat het in die tijd heel gebruikelijk was. Het is heel lang gebruikelijk gebleven eigenlijk. Misschien ook heel onverstandig, denk ik zelf eerlijk gezegd. Maar dat was wel usance, ja. Het is wel zo dat in de manier waarop de Nederlandse wetgeving werkt, is de verantwoordelijkheid... Ja. Is natuurlijk licht bij de oliemaatschappij, bij de operator, zoals dat dan heet. Dus de maatschappij die de olie en gas wint, is verantwoordelijk voor alle aspecten van veiligheid, onderzoek, noem maar op. Maar de geraamde bodemdaling heeft forse financiële consequenties voor de operator van een gasveld, lijkt me. Natuurlijk. Qua schadevoorzieningen. En, ja, natuurlijk. De NAM zelf. En je maakt NAM op die manier natuurlijk opdrachtgever. En de contacten tussen MIT zijn natuurlijk voornamelijk met de NAM. Nou was er wel die vertrouwenscommissie die de zaak begeleidde. Die was ook wel kritisch hoor, toen het rapport van MIT uiteindelijk uitkwam. Hebben zij daar ook wel vragen over gesteld. En als je ook kijkt naar de figuren in dat rapport en je kijkt naar de bodemdaling tegen de tijd.
Dan denk je, hoezo een rechte lijn? Dat is helemaal geen rechte lijn, daar zit een kromming in, dat zie je toch gewoon. En Toxis en Wolfs hebben ook die... Hebben ook wel een lijn daar doorheen getrokken en gezegd, nou ja, als het zou krommen, dan wordt het toch 65 centimeter of zo. Of zeg ja, maar dat geloven wij helemaal niet. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Het wordt waarschijnlijk gewoon die 33 of 36 centimeter, die orde. Maar dat hebben we ook pas recent ontdekt in het kader van de hele parlementaire enquête en het graven in alle documenten en stukken die we hebben binnen SODM. Hebben we ontdekt dat ook iemand van SODM het eigenlijk niet geloofde. En die dachten, nee, wat is dat nou toch vreemd? Dat kan toch eigenlijk niet? Heeft daar ook opmerkingen over gemaakt in besprekingen met de NAM. Dat die Toxis en Wolfs eigenlijk niet geloofden? Ja, geloofde dat niet. Nee, ja. Hij geloofde niet. Hij had er sterke twijfels over. Hij zag gewoon dat dat toch toenam in de tijd. En hoe kon dat nou en zo? Wie was dat? Dat was meneer Putgens. Dat is dezelfde man die trouwens al in 1975 gezegd had, ik denk dat ik zie dat het toeneemt. Puur niet op basis van laboratoriumonderzoek of theorieën, maar gewoon kijkend naar de... Metergegevens in het veld, ja. Ja, die toen zei, volgens mij is het te vroeg om die bijstelling te doen naar 30 centimeter. Nou, het is blijkbaar een bespreking geweest tussen SODM en NAM, waar besloten is om dat niet wereldkundig te maken. Die twijfels van SODM. Heeft u het nu over de jaren 70 of over de jaren 80? Ik heb het nu over 1990. Oh, precies. Ja, toen dat Toxis en Wolfs... er waren twijfels bij SODM over de second opinion. Nou, iemand bij SODM. Ja, precies. De heer Putgens. Ja. En er is toen besproken dat niet openbaar te maken. Ja. U zei iets anders wat mij ook opviel. Dat u helemaal niet betrokken was. U zit in Aberdeen. Ja. Er wordt een groot onderzoek uitgeschreven naar... eigenlijk is de vraag, had de Waal gelijk? Ja. Kunnen wij blijven rekenen met het model van de Waal? Ja. Is het dan gebruikelijk dat het model dat onderzocht wordt... dat de onderzoeker die dat ontwikkeld heeft daar helemaal niet bij betrokken is? Lijkt mij erg vreemd. Ja, goed, u heeft langer in die wereld rondgelopen. Ja, nee, dat is heel vreemd. Dat is zeer ongebruikelijk. Ik denk ook dat dat vanuit een wetenschappelijke integriteit, of een moraliteit van onderzoek of hoe noem je zoiets, is dat natuurlijk niet goed. Is helemaal verkeerd. Ja. Maar wat vond u inhoudelijk van? Heeft u het toen geprobeerd? Want u zei wel, ik hoorde wel via dat er met mijn model bezig was. Ik heb het rapport eigenlijk pas gezien. En dat, dat gold natuurlijk voor iedereen. Het rapport kwam natuurlijk pas uit nadat die hele second opinion gedaan was. Dus... tijdens die second opinion ben ik niet betrokken geweest, niet benaderd. Het rapport kwam toen op een gegeven moment uit. Toen heb ik het wel gezien. Maar eigenlijk zag ik het pas goed toen ik terugkwam in Rijswijk. Dat was eind 1990, ergens oktober of zo. Ja, ik was wel bijzonder verbaasd over het geheel van wat er gebeurd was eigenlijk. En over het geheel van wat er gebeurd was of ook inhoudelijk over de kwaliteit van het onderzoek? Beide. Ja, beide. Maar Toxis en Wolfs, ja, dat waren niet niemanden. Dat waren zeer gerespecteerde wetenschappers. Die hadden een grote naam en grote reputatie. Je kunt je ook niet voorstellen dat die mensen hun reputatie zouden verkopen, zal ik maar zeggen, om iets te gaan beweren waarvan ze denken dat het niet zo is. Dus ja, maar goed, ik snap het niet. Ze werden natuurlijk wel gevoed met informatie vanuit de NAM. Maar aan de andere kant, ook later heb ik niet... reden om te denken dat dingen achtergehouden zijn voor ze. Ik heb natuurlijk uiteindelijk ook toen met mijn promotor natuurlijk over gesproken, toen ik weer terug was in Rijswijk. Gevraagd wat hij ervan dacht. En hij was ook zeer verbaasd. Hij zei, nou, dat is volgens mij niet juist, die second opinion. Maar ja, het was een second opinion al natuurlijk. Hij was ervan overtuigd dat het uiteindelijk toch zou gaan dalen. En dat we uiteindelijk zouden zien dat het model wel van toepassing ja, en zonder al te veel weg te willen geven, uiteindelijk gebeurt dat ook. Uiteindelijk gebeurt dat ook, ja. Heeft u nog wel eens contact gehad met die wetenschappers? Toxis en Wolfs, nee. Nee, ik heb nooit contact gehad met die mensen. Wel geprobeerd of ook niet de behoefte gevoeld? Omdat, Ja, dat was ook niet zo makkelijk. Ik kon misschien een brief schrijven of zo, maar er was natuurlijk geen internet of niks. Het is niet zoals tegenwoordig. Tegenwoordig zou je natuurlijk onmiddellijk mensen een e-mail sturen en je zou een discussie beginnen en figuren opsturen en noem maar op of zo. Dat was toen, en ik was er ook niet. Hè? Het was allemaal al gebeurd. Het was al, hoe noem je dat, locked and sealed and buried toen ik terugkwam. Maar heeft niet een belletje of een fax? Of een, Ik kende ze niet. Nee. Nee, ik wist niet wie het waren. Ik wist niet hoe je dat zou moeten doen, eigenlijk eerlijk gezegd. Ja. Heeft ik was u nog wel gefrustreerd door het geheel natuurlijk. Ja, precies. Toen u terugkwam in Rijswijk, heeft u nog wel geprobeerd om intern die discussie weer aan te zwengelen? Ik had toen wel een ander, heel ander soort baan gekregen. Waarbij ik ook een heel ander soort onderzoek ging doen. Gesteente mechanica is toen eigenlijk de hele tijd verdwenen uit mijn werk eigenlijk. Ja, precies. Ik heb het wel met veel belangstellingen gevolgd. Ik ben nog op een workshop meegesleept door het afdelingshoofd dat die in Delft plaatsvond.
Ja, iedereen was het erover eens. Nee, het was gewoon lineair. Het ging gewoon, ja. Ja, en dat duurt dan tot 2020? Nou, wel iets eerder. Hè. Dus op een gegeven moment zie je wel. Kijk, Nam had dus gezegd, het is een rechte lijn. En dat blijft het. Ik moet trouwens wel even de kanttekening maken. Ik had op basis van mijn model bepaalde berekeningen gemaakt met bepaalde parameters en aannames. Dat klopte niet helemaal. Hè. Dat moest later wel iets bijgesteld worden. Maar Nam had gezegd, het is een rechte lijn. En ze had natuurlijk die meting in het veld. En wat je dan krijgt is die metingen, ja, daar zit ook een soort van ruis op. Ja. Dus daar kun je wel een rechte lijn doortrekken in het begin. En ook als het begint te krommen, kun je daar ook nog steeds wel een rechte lijn doortrekken een tijdje. Alleen ja, omdat het harder zakt, moet die lijn dan wel schuiner gaan lopen. Ja. Dus dat zag je in het begin. Dan zag je dat Nam die bodemdalingsvoorspellingen wat ging bijstellen. Dat werd langzaam meer. Dat ging naar 36 centimeter, 38 centimeter. Dus ik dacht zelf al, nou ja, oké, kijk, het begint wel. Ja. En op een gegeven moment was het natuurlijk niet meer vol te houden dat het een rechte lijn was. En toen hadden ze een nieuw model bedacht zelf, met twee rechte lijnen. Dus eerst één rechte lijn en daarna een andere en rechte lijn. En een iets steilere rechte lijn. Steilere rechte lijn, dat leek natuurlijk wel heel erg op de voorspellingen die ik gedaan had. Het was allemaal wel ietsje minder zakking dan op basis van mijn model voorspeld zou worden. Maar het leek natuurlijk wel inmiddels heel erg daarop. Het verschil is wel dat model wat Nam dan had. Dat was een model waarbij het nog steeds een veer was. Maar een veer die eigenlijk in het begin een bepaalde weerstand heeft. En dan ineens minder, maar het blijft nog steeds een veer. Dus op het moment dat je stopt met gas winnen, stopt natuurlijk ook die bodemdaling meteen. Bent u in staat geweest om de wetenschap achter dat model te valideren? Van de NAM, dat NAM-model? Ja. Dat was geen wetenschap, dat was puur empirisch. Maar dan even voor mijn beeld. Empirisch, ik bedoel, je neemt bodemdaling waar. Ja, je trekt een lijn. De bodem gaat van hier naar hier. Je ziet dat het harder gaat, dan trek je een tweede lijn. Maar of dat zo gaat, of zo gaat, of zo gaat, dat is dan eigen invulling. Ja. Ja, en in feite zeiden ze van, nou, snappen niet helemaal waarom. Dus niet begrijpen niet waarom, maar blijkbaar heb je aanvankelijk tot een zekere drukdaling een bepaalde stijfheid van dat reservoir. Ja. Dus dan krijg je een rechte lijn. En daarna verandert het dan en is die stijfheid anders vanaf een bepaalde druk. Ze zagen dat niet alleen in Groningen. Ze zagen dat, dan praten we wel over later, hè. Dan praten we over 2009 toen ik weer bij staatstoezicht in dienst was getreden. Ze zagen dat ook in een aantal van de Waddenzeevelden, zagen ze datzelfde verschijnsel. Alleen is die periode waarover dan die ene lagere daling en die hogere, dat was anders in de Waddenzee. Maar dat verschijnsel was overal unaniem. Heeft u hier ooit met wetenschappers bij de NAM over gesproken? Ja, zeker wel. Deelde die uw scepsis over deze manier van modelleren? Nee, volgens mij niet. Nee. Zij waren ervan overtuigd dat het zo was. Ze waren nog altijd overtuigd dat... het was toch, ik was ook een soort persona non grata de hele tijd bij de NAM, eigenlijk vanaf 1990. Niet heel erg sterk, maar toch, ze wilden... Mijn model was fout. Ik had ze misleid, het was verkeerd. En ze wilden niet zo heel veel met mij te maken hebben wat dat betreft. Het is nooit echt. We zijn wel altijd on speaking terms gebleven. Dat wel. Ik bedoel, dat zo was nou ook wel weer niet. Maar het was uit, het was over. Ja. En was dat omdat u ze misleid had? Of was dat omdat uw model geld kost? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat is er precies gebeurd in 1990? Wat was nou precies de aanleiding om weer terug te gaan naar die 33 of 36 centimeter, terwijl natuurlijk op basis van, als ik nu terugkijk naar al die gegevens die er toen wel lagen, was daar volgens mij nou niet echt een reden toe. En dan is het meest verbazingwekkende nog wel dat die heren Toksis en Walsh erin meegegaan zijn. Dat natuurlijk door hun autoriteit, die zij daar overheen gelegd hebben, dat geaccepteerd is door iedereen. Ze hebben toen ook gezegd trouwens dat de kans op aardbevingen heel gering was. En als die al zouden optreden, dan zou het aan de randen van het veld zijn en niet in het midden. Nou, dat klopt natuurlijk ook absoluut niet. Dus het is zeker achteraf gezien een heel merkwaardig rapport geweest. En wat gebeurt er dan in 2020? Want dan omarmt de NAM eigenlijk met terugwerkende kracht alsnog een model. Mij, of weer eigenlijk. Ja, volgens mij misschien nog wel iets eerder eerlijk gezegd. Volgens mij was dat al in 2016 of zo, daar ergens. Toen ik bij SODM kwam werken, keek ik natuurlijk naar een heleboel verschillende velden in de bodemdaling daarboven. En toen werd op een gegeven moment ook wel duidelijk dat er een aantal velden was waarbij de gaswinning inmiddels was gestopt. En als je keek naar de bodemdaling boven die velden, dan zag je dat de bodemdaling na het stopzetten van de gasproductie en de drukdaling in het reservoir doorging. Dat kon je niet verklaren met dat model wat de NAM gebruikte. Dat zei, het is nog steeds een veer. Ja, precies. Op het moment dat je stopt, stopt het. Maar het ging gewoon door.
Nou, toen heeft de NAM op een gegeven moment, mensen bij de NAM hebben toen gezegd, ja, dan speelt die kruip en die snelheidseffecten blijkbaar toch een rol. En toen hebben ze die overstap weer gemaakt. Toen zijn ze teruggegaan naar dat rate-out compactiemodel. Volgens mij is dat ook het geval geweest in de model wat gebruikt wordt in het winningsplan 2016, wat de NAM ingediend heeft. Okay, toen waren ze inmiddels om. Ik denk dat ze even kort daarvoor om waren gegaan. Ik ga even met u terug naar 1979. Ja. Want dan rondt u uw eerste onderzoek af naar de bodemdalingsprognoses. Ja. Hoe reageerden uw collega's op het Shell-laboratorium in Rijswijk op dat onderzoek? Ja, in het algemeen was iedereen enthousiast. Het werd wel meteen een restricted rapport, zoals dat heet. Dat iedereen besefte wel natuurlijk dat er mogelijke consequenties groot waren. Kunt u kort schetsen wat de hoofdbevinding was van dat onderzoek? De hoofdbevinding van het onderzoek en het belangrijkste, denk ik, en ook de reden waarom het restricted was, is dat het bodemdaling niet die 30 centimeter zou gaan worden, maar dat het meer zou gaan worden. En dat het, ik geloof dat het getal van 60, ik weet niet precies of dat het al in het rapport stond, maar het zou best eens kunnen dat die orde van grootte. Dat de bodemdaling is fors meer dan tot dan toe was gaat voorzien. In de toekomst dat is wat u meer concludeert. Dat was de boodschap. Ja. U zegt, ze waren daar aanvankelijk... Technisch erg enthousiast over. Technisch erg enthousiast. Iedereen besefte dat het misschien wel het antwoord was op de vraag waarom dat nou niet klopte, die oorspronkelijke voorspellingen. Ja. We hebben het dus extern besproken met die adviseur in Karlsruhe, die hoogleraar daar. Die was ook erg enthousiast. Die geloofde dat ook wel dat het dat was. Jan Geertsma was enthousiast, de directeur van het lab was erg enthousiast. Iedereen was eigenlijk behoorlijk enthousiast hierover. Okay. En is toen daar gepresenteerd, dat noemde ik al eerder, aan de NAM, vergadering op het hoofdkantoor. In Assen? Nee, in Den Haag, bij Shell. In Den Haag, op het hoofdkantoor bij Shell? De directeur van de NAM was daar ook bij uitgenodigd. Ja. U en mag het presenteren? Ik mocht het vertellen, ik mocht het laten Shell zien. Kunt u eens vertellen hoe dat ging? Nou, het is een tafel, zoiets als hier, maar dan een soort van uur of zo. Ik weet niet meer precies hoe iedereen zat, maar daar mocht ik het vertellen. En werd enthousiast ontvangen. Eigenlijk ook wel door iedereen. Alleen de directeur van de NAM, die had wel wat bedenkingen. Die dacht, jeetje, dat krijgen we nu. Die was niet zo enthousiast. De directeur van de NAM was niet zo enthousiast? Nee, waarom niet? Nou, dat heb ik. Noemde ik het net ook al. Hè? De officieel zei hij van, dat weet ik niet. Ik weet nog wat hij zei. We doen een heel mooi veldexperiment in Groningen. En laten we daar de resultaten even van afwachten. Met andere woorden, gaat dat ook in Groningen echt wel gebeuren? En als we dat in Groningen ook zien, hè, dat die bocht gaat optreden. Dat is het moment om het wereldkundig te maken. En laten we dat niet eerder doen, want zei je misschien allerlei verwarring. En misschien is het wel helemaal niet zo. Zo zeker weten we dat nou ook niet. Nou, dan moest ik zelf natuurlijk ook wel toegeven dat je dat niet weet. Je kunt het niet echt wat in dat veld gebeurt op de tijdschalen en de snelheden die je daar hebt, kun je niet in het lab nabootsen. Ik was er zelf redelijk van overtuigd dat dat waarschijnlijk wel het geval was, maar echt zeker weet je dat niet. Dus de directeur van de NAM reageert met, we doen op dit moment een veldexperiment in Groningen, terwijl daar toch een stevige bevinding ligt, dat er fors verdere bodemdaling is dan tot dan toe was voorzien. Ja. Wat gebeurt er vervolgens met het onderzoek? U hintte er net al even op. Ja, in die vergadering ben ik verder niet bij de besluitvorming geweest. Daarna natuurlijk, die heeft plaatsgevonden. Maar het werd mij wel duidelijk al in die vergadering dat een aantal andere mensen ook al zeiden, daar heeft hij wel een punt, hè, de directeur van de NAM. Dat was mij al wel duidelijk. Dus ik reed met de directeur van het Shell-laboratorium, was ik daar naartoe gegaan. We reden ook na een tijdje weer terug. Even afwachten wat er dan gebeurt. Wat er gebeurde is dat het onderzoek werd tijdelijk op ijs gelegd. Daar komt het eigenlijk op neer. Het rapport werd in een kluis gestopt. Uw onderzoek werd in een kluis gestopt? Ja, het rapport. Ja. Het rapport. Het rapport, ja. Daar is het weer uitgekomen een paar jaar later. Toen inderdaad bleek dat in Groningen de verschijnselen die zoals ze voorspeld waren inderdaad optraden. U zei net al, het kreeg het stempel restricted. Ja. Ja, waarom? Omdat het waarschijnlijk gevoelig was, gevoelige materie. De meeste rapporten zijn confidentieel. Dat betekent dat iedereen mag het wel lezen binnen Shell. Dus iedereen in het laboratorium kan het dan opvragen en lezen.
restricted is eigenlijk alleen beschikbaar voor afdelingshoofden. En dan moet je toestemming vragen om het te mogen lezen. Ik geloof dat afdelingshoofden mochten het wel allemaal lezen per definitie. Werd ook uitgebreid gelezen daardoor, want mensen vinden het niet een restricted rapport. Die moet je lezen natuurlijk. Dat zijn de echte interessante. Ik snap iets van die dynamiek. Ja. Maar toch. Ja. Dat is toch. Ja, dat is teleurstelling natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Wie nam de beslissing om uw onderzoek geheim te houden? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik neem aan dat dat door Shell is gedaan, maar dat weet ik niet. Ja. Nooit echt gezien. Het werd me wel meegedeeld. Gebruikelijk? Nou, het werd me wel meegedeeld door de afdelingshoofd destijds. Lambert Smits was dat. Die vertelde mij dat. Ik vroeg me wat hij daar zelf van vond. Nou, daar had hij wel wat moeite mee zelf ook. Maar hij zei ook van, nou ja, we moeten maar gewoon even afwachten. Maar we gaan er wel voor zorgen dat dat bedrag wat in die reservepot, want die onderhandelingen liepen op dat moment over die schadevergoedingspot voor die waterwerken. We gaan er wel voor zorgen dat die 600 miljoen gewoon blijft staan en dat die meter de basis blijft voor eventuele bodemdaling. Dat gaat wel gebeuren, dat vertelde hij toen. Ja. Okay. Dus we gaan niet full out eigenlijk op die 30 centimeter inzetten. Daar komt het op neer. Ja. En hoe gebruikelijk was het nou bij Shell om onderzoek, nou ja, zo'n stevig onderzoek niet te publiceren? Nou, veel onderzoeken worden natuurlijk niet extern gepubliceerd. Hè. Dat zijn natuurlijk vaak bedrijfsgeheimen. Het onderzoek wordt natuurlijk gewoon gedaan om voordeel te behalen in competitief opzicht. Dus, en als het gepubliceerd wordt, dan is het vaak pas een hele tijd later. Dus dat is op zich niet zo ongebruikelijk. Dat onderzoeken waar hele belangwekkende zaken in staan, of vondsten die gedaan zijn, dat die een tijd goed beschermd worden, is ook niet ongebruikelijk. Dus dat je rapporten restricted maakt, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En wie deed dat doorgaans? Wie deed zo'n beslissing doorgaans? Waar zou je dat moeten zoeken? Ik was de jongste bediende op dat moment, dus ik had daar niet zo'n inzicht in op dat moment. Maar ik vermoed dat de afdelingshoofd en de directeur dat deden. Ja. Van Shell? Dat denk ik. Nou, van Rijswijk dan. Maar, van Rijswijk? Ja. Ja. Oké. Okay. Wat waren de gevolgen van de geheimhouding van uw onderzoek? Ja, het onderzoek is eigenlijk gewoon doorgegaan. Dus wat dat betreft had het niet zo heel veel effect. Het is gewoon een aantal onderzoeken verder. Ik heb me ook verder gespecialiseerd op dat gebied. Ik heb me bezig gehouden met een geval van voorspelling van bodemdaling in het Verre Oosten. Velden voor de kust van Borneo. Daar hadden we ontdekt op basis van laboratoriummetingen dat daar misschien wel 5 tot 10 meter bodemdaling zou gaan optreden. Dat waren offshore platforms. Dus dat, nou, die verdwijnen dan onder water, hè, voor een groot deel. Dus dat, daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Later hebben we dat nog voor de Noorse overheid gedaan. Voor het Ekofiskveld. Toen daar ontdekt werd dat plots. Dus ik ben helemaal in dat veld actief gebleven, altijd. Dat wel. Okay. Dus om nou te zeggen dat dat heel negatieve invloed heeft gehad. Nee, dat valt wel mee, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Het heeft wel een vertraging natuurlijk opgeleverd. Dat wel, denk ik, van een paar jaar, met name voor Groningen. Ja. Ja, kunt u daar wat woorden aan geven? Nou, ik denk niet dat je dat moet doen. Ik denk dat dat überhaupt een beetje een probleem is in dat hele Groningen dossier. Er is voortdurend gezocht naar de waarheid. En dat in een situatie waarin je weet dat er heel grote onzekerheden zijn. Dus als ik er achteraf op terugkijk, denk ik dat je dat zo... Je moet veel meer in scenario's denken. En je moet zeggen, nou, het zou kunnen natuurlijk dat de Waal ongelijk heeft en dat het toch gewoon een veer is en lineair elastisch. En dan krijgen we gewoon iets van 30 centimeter bodemdaling. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij gelijk heeft en dan wordt het misschien 65 centimeter. En god, ja, misschien is er ook nog wel een scenario te bedenken waarbij het toch die meter wordt uiteindelijk. Hè? En dat je dan in die verschillende scenario's denkt en ervoor zorgt dat je de zaak zodanig opereert dat je... Ja, als een van die scenario's zich uiteindelijk manifesteert, en je blijft natuurlijk in de tijd kijken, dat je dan een beheersbare situatie houdt. Ja. Maar u zei net, het leidt tot vertraging. Kunnen we zo stellen dat het geheim houden van het onderzoek, het rapport, dat heeft geleid tot het vertraging in het zoeken naar oplossingen voor Groningen? Ach, ja, dat is moeilijk te zeggen. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd zou zijn als, maar... Uiteindelijk is er wel een versie van het rapport uitgekomen, een paar jaar later, 2, 3 jaar later, die zich dan concentreerde op de zachtere materialen, zoals in Venezuela gebruikelijk was.
En uiteindelijk ben ik er in 1986 op gepromoveerd. Dus de totale vertraging, 85, 86. De totale vertraging is iets van een jaar of 6, 7 geweest. Nou, daarvoor was al discussies geweest met staatstoezicht natuurlijk over het model. 4, 5 jaar vertraging, denk ik. Ja, okay. Zoiets. U sprak net over scenario's. Ja. Rekenmodellen zijn ook altijd gebaseerd op aannames. Ja. De uitkomst gaat altijd gepaard met onzekerheden. Ja. Hoe ging u om met onzekerheden in de bodemdalingsvoorspellingen? Ik denk aanvankelijk was ik daar nogal naïef in. Ik dacht ook, ik was natuurkundige, hè? Dan is alles heel goed gedefinieerd en vastgelegd. Dus ik denk dat ik aanvankelijk niet zo'n gevoel had voor hoe groot die onzekerheden wel niet zijn in de voorspellingen die je doet in geomechanisch onderzoek. De eerste eye-opener voor mij was al toen we naar die, ook al in een vroeg stadium, dus dat was denk ik al in 77, nou waarschijnlijk 78, naar die externe adviseur gingen van ons in Karlsruhe, professor Goedehoes, en die vroeg ons, wat is het probleem? Nou, we legden het probleem uit, het verschil tussen de voorspelde en de waargenomen bodemdaling in Groningen was een factor 3. Waarop hij zei, nou, dat is goed zeg. En toen dacht ik al, oh, wacht, dit is toch wel een andere wereld. Hij vond dat helemaal niet zo slecht. Hij vond dat eigenlijk best redelijk goed. Hij kende best voorbeelden waar die verschillen veel groter waren. Dus ik ben al vrij snel wel tot de conclusie gekomen dat die onzekerheden aanzienlijk zijn. Ja. Volledig inzicht daarin heb ik eigenlijk pas later gekregen. En met name ook in de tijd van. Maar toen ik bij staatstoezicht ging werken, toen denk ik dat ik inmiddels wel van overtuigd was. Je kunt een voorspelling doen. Als je een veld nog niet geproduceerd hebt, je maakt zo'n voorspelling, moet je er rekening mee houden dat dat makkelijk de helft kan worden of het dubbele kan worden van de bodemdaling die je voorspelt. Dat kan prima. Je hebt zoveel onzekerheden in de eigenschappen van het gesteente. Je hebt maar een heel beperkt deel van het reservoir waar je metingen op kunt doen. Je weet niet precies hoe het met die drukken gaat. Stroomt daar wel of niet water in dat reservoir? Hoe ziet die ondergrond er precies uit? Klopt dat wel met wat je denkt? Ik ben op een gegeven moment bij Shell me bezig gaan houden met 4D seismiek. Dat is een techniek waarbij als het ware met akoestische golven foto's maakt van de ondergrond. Het kwam pas op zo rond 2000, 2002, die periode. En dan kun je echt kijken in de ondergrond, wat gebeurt er nou? Dat was toen nieuw. Je hebt dan allerlei modellen en inmiddels werd er bij Shell heel veel met scenario's gewerkt. Dus werd er voor een veld in Noorwegen bijvoorbeeld gedacht, nou misschien gebeurt er dit in de ondergrond. Dit, en nou een extreem scenario, dat zou ook nog kunnen gebeuren. En dan is het mooie, dan kun je zo'n foto nemen en kijken wat er gebeurt. En dan bleek het daar te zijn. Dus echt buiten alle scenario's om die bedacht waren, dat was wat er gebeurde in de ondergrond. Dus nou, daar heb ik ook heel sterk dat beeld doorgekregen van, die modellen die zijn echt beperkt. En Groningen is natuurlijk wel op zich een veld waar je heel veel putten hebt en heel veel metingen en noem maar op. Maar desondanks, die onzekerheden zijn groot. Ja. Hoe gingen NAM en Shell om met de onzekerheden in de voorspelling van bodemdaling? Ja, dat is ook een proces in de tijd geweest. Ik bedoel, ik denk het scenario denken is iets wat binnen Shell eigenlijk al lang bestaat. Hè, dat wordt op allerlei manieren gebruikt. De introductie daarvan binnen de olie- en gaswinning is ook al wel vrij snel gekomen, denk ik eerlijk gezegd. Maar zeker in de jaren 90 en zeker na de opkomst van de 3D-seismiek, waarbij je eenmalig foto's van de ondergrond kunt maken, dat was eind jaren 80, begin jaren 90. Toen is dat echt heel sterk begonnen en toen. Dus het besef dat grote onzekerheden zijn, leefde met name bij geologen, denk ik, heel sterk altijd al. De geomechanici waren misschien wat naïver, ja. Maar zijn het later ook echt wel gaan beseffen. Ja. Hoe zouden de betrokken partijen met de aannames en onzekerheden over bodemdaling om moeten gaan? Ja, je moet dus inderdaad uitgaan. Ik vind het Wadden-dossier vind ik een heel goed voorbeeld hoe je het wel moet doen. Wat daar gedaan wordt, is daar wordt gezegd, je neemt echt verschillende aannames. Die verwerk je allemaal in mogelijke oplossingen van wat er zou kunnen gaan gebeuren. De bodemdaling in het Waddenzeegebied door de gaswinning. En wat je dan krijgt, dan krijg je niet een voorspelling. Maar dan krijg je een hele waaier van voorspellingen over een heel grote range. En dan zeg je, nou, die hebben natuurlijk allemaal wel verschillende waarschijnlijkheden. Maar goed, je neemt wel in het begin die hele range. Want als je het veld nog niet geproduceerd hebt, dan weet je helemaal nog niet zoveel.
En dan, naarmate je gaat produceren, ga je kijken wat er gebeurt. En dan kun je die waaier van mogelijke uitkomsten kun je gaan beperken. En dat wordt langzamerhand steeds beter in de tijd. En dan moet je ervoor zorgen dat op het moment dat je ziet dat zich scenario's gaan ontwikkelen die uiteindelijk tot onbeheersbare situaties zouden gaan leiden, of tot situaties die je niet wilt, dan moet je ingrijpen. En dan moet je de gaswinning terugschroeven of je moet andere maatregelen nemen. Dat is een veel betere aanpak. Daarbovenop, het is nog een heel technisch verhaal dit, maar daarbovenop moet je eigenlijk ook in het hele risicomanagement een ander soort benadering nemen. Je moet in het vaststellen van het risico rekening houden met de mate van onzekerheid die je hebt. Als je iets ontzettend goed gelooft, dus je hebt hele goede modellen, die zijn heel erg gevalideerd, je hebt hele goede controle over de parameters, je kunt het heel goed uitrekenen, dan kun je zeggen, oké, dit is de norm of dit is wat we willen en dan rekenen we uit. En als we daaronder zitten, als we in het veilige gebied zitten, dan kan het. Op het moment dat je zegt, nou, ik heb behoorlijke onzekerheden en het model, ja, het zal wel ongeveer goed zijn, maar ik weet het niet echt. En dit is de norm van wat mag. Moet je zeggen, nou, dan ga ik daar een heel stuk van af zitten. Ik zorg dat ik echt ver onder die norm blijf. Dat is iets wat ook in het milieu bijvoorbeeld, milieukunde, heel gebruikelijk is. Onze Noorse... Als we dat even vertalen naar het Groningenveld? Ja. Nou, in het Groningenveld moet je dan nooit gaan zeggen het wordt 36 centimeter of het wordt 33 centimeter. Je moet dan zeggen, we denken dat het ligt tussen de 30 centimeter en de meter. Dat is dan de range van mogelijke oplossingen. We denken nu, het meest waarschijnlijke wat we nu denken is dat het dit wordt, met eromheen een aantal scenario's. En we gaan heel goed meten en kijken wat er gebeurt in de tijd. En dan stel je het bij. Dat betekent dus ook dat als je op een gegeven moment beslissingen moet gaan nemen over bijvoorbeeld gaan we de dijken verhogen of gaan we ergens iets opspuiten of bepaalde dure investeringen doen in gemalen of noem maar op, dat je heel goed kijkt, oké, wat weten we nu? Wanneer denken we dat we voldoende zekerheid hebben? Is die beslissing nog uit te stellen? Kan dat? Dan moet je dat vooral doen. Het is een heel andere manier van denken dan dat je zegt, we denken dat het dit wordt en daar gaan we onze planning op inzetten. Ja. Tegenwoordig is TNO verantwoordelijk voor de voorspellingen van de aardbevingen. En zij gebruiken ook een rekenmodel dat de bodemdaling voorspelt. Wat vindt u van de modellen die TNO gebruikt? Ja, dat is voor het model van TNO en dat geldt trouwens ook voor het model van NAM. Daar zit nog steeds een anomalie. Dat die bodemdaling wordt voorspeld op basis van dat rate-type compactiemodel van mij. Waarbij je dus rekening houdt met het feit dat snelheid van produceren een effect heeft. En als je stopt, dan gaat het ook door. Hè, dan kruipt dat door. Maar het model wat gebruikt wordt voor het berekenen van de aardbevingen, de risico's op aardbevingen, de frequentie van aardbevingen, gaat nog steeds uit van dat model met een veer. Een lineair elastisch model. Dus daar zit nog steeds iets wat volgens mij verbetering nodig heeft. Ja. Oké. Okay. Maar ook daar denk ik dat je met scenario's moet werken weer. Ja. Ja. Wat zou de verbetering zijn? Dat je zegt dat die bodemdaling op het moment je stopt met de gaswinning mogelijk nog een tijdje doorgaat. En nou weet je niet, want dat is een grote onbekende, die doorgaande kruip, die doorgaande samendrukking van dat reservoir, komt dat nou doordat de spanningen langzaam vervloeien en verdwijnen en gaat dat allemaal heel geleidelijk zonder aardbevingen? Of zijn dat juist de aardbevingen? Dat zijn twee extreme scenario's. Hè? Kruipt het door omdat die spanningen nog steeds en dat veld zich nog steeds aan het zetten is. Dat zou alle twee kunnen. Dat is niet duidelijk op dit moment hoe dat zit. En welke onzekerheden over bodemdaling zijn er nu nog richting de toekomst? Het grote voordeel in Groningen is natuurlijk nu dat we inmiddels iets van 300 bar drukdaling hebben gehad. Hè? Dus oorspronkelijk druk van het reservoir was 350 atmosfeer volgens mij. Ik zeg bar en atmosfeer een beetje door mijn kamer, is hetzelfde ongeveer. Ja. Dus van die 350 atmosfeer is 300 atmosfeer er al uit. En je hebt gezien wat er gebeurd is tijdens die periode. Dus dat geeft een redelijke voorspelling voor het stukje wat nog komt, denk ik eerlijk gezegd. Maar de onzekerheden die wel blijven is, oké, je hebt nu een reservoir gemaakt waarin de druk heel veel lager is. Je hebt een soort van lage drukbel gemaakt, nou geen bel, maar gebied in de ondergrond gemaakt. Hoe gaat dat nou verder in de loop der tijd? Gaan daar vanuit van onder of van opzij gas of vloeistoffen instromen? Hoe gaan die drukken veranderen? Wat gebeurt er dan met de druk daaronder en aan de zijkant? Dat is iets waar veel meer onzekerheid in zit en waar het heel moeilijk van is om voorspellingen
voor te doen. Er wordt ook een kennisprogramma effect in mijnbouw onderzoek gedaan daarna. Maar je weet eigenlijk al op voorhand dat de onzekerheden daarin veel groter zijn. Want daar heb je per definitie geen putten of heel weinig putten. Ja. Dat is een onzekerheid, denk ik. Mag ik u één iets vragen wat me niet helemaal duidelijk werd over wat u net zei over die twee verschillende modellen die TNO eigenlijk naast elkaar gebruikt. Ze gebruiken uw model voor het voorspellen van de bodemdaling. Ze gebruiken het oude lineaire model voor het voorspellen van de aardbevingen. Ja. Wat betekent dat in de werkelijkheid voor de voorspellingen? Nou ja, dit is trouwens mijn begrip van de situatie op dit moment. Ja. Ik moet wel erbij zeggen dat ik al de laatste paar jaar, ben ik niet heel actief meer. Sinds een jaar eigenlijk niet meer heel actief betrokken bij dit onderzoek. Dus misschien dat ze inmiddels. Het is een goede vraag voor TNO en voor de NAM, denk ik. Maar ik denk dat je het moet doen met die verschillende modellen. Dat je moet zeggen van, nou, laten we het eens uitrekenen met dat lineaire elastische model. En wat er dan zou gebeuren met de aardbevingen. En laten we ook eens doen met een model waarbij we zeggen dat rate-type model, dat is het. En dan gaat die inklinking nog door. Laat daarbinnen dan weer eens een model nemen dat aardbevingen veroorzaakt. Net als die samendrukking tijdens de productieperiode. En laten we ook eens een model nemen waarin we zeggen dat de drukken daardoor, of de spanningen eigenlijk, vervloeien. Nee, precies. Dat is uw pleidooi voor het werken met scenario's. Ja, dat zou je moeten doen. Als ik hem heel sec pak en zeg van, stel we gaan het compactiemodel ook toepassen op het voorspellen van het aantal bevingen. Kom je dan op een hoger aantal bevingen uit, op een lager aantal bevingen uit? Of kun je dat niet zo zeggen? Kun je niet zeggen, want dan moet je gaan zeggen wat die extra compactie doet. Of die gaat leiden tot extra aardbevingen of niet. En of die kruip eigenlijk hetzelfde is als de gewone compactie. Ik zelf vermoed dat het beste zou kunnen zijn dat je dan nog langer aardbevingen krijgt. Nou is het wel zo dat in Groningen bestaan grote drukverschillen inmiddels, in gasdruk. Dus je krijgt nog vele jaren dat er gas in de ondergrond blijft stromen. Dus met name in het centrum van het veld gaat de druk nog jaren dalen. Dat gaat zeker aardbevingen geven. Dat was de reden waarom ik het vroeg inderdaad. Dat zit in het model. Dat zit je nu wel ziet dat het aantal bevingen nu eigenlijk aan de hogere kant, kant van de voorspelling is. Ja. Het zou kunnen dat rate-type model daar een oplossing voor is. Okay. Ja. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor de kennisopbouw rondom bodemdaling door gaswinning? Oorspronkelijk was dat natuurlijk de operator. De Nederlandse overheid heeft zich daar nooit echt heel erg druk over gemaakt of veel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat dat een beetje is gaan veranderen in de jaren 90, toen TNO, het heette NITG, heette dat in die tijd, een samenvoeging van de Rijksgeologische Dienst en een aantal andere organisaties. Die zijn toen wel expertise gaan ontwikkelen, waarmee ze zelf ook onafhankelijk dit soort berekeningen kunnen doen. Dus een soort van, dat heet de Adviesgroep Economische Zaken, AGE. Een soort oliemaatschappij zonder olie- en gasvelden, als het ware. Ze hebben dus veel van die expertise op dat gebied opgebouwd. Dus zij zijn in staat om dat soort controleberekeningen te doen. En ze hebben ook wel geld en budget om onafhankelijk kennisontwikkeling te doen op dat gebied. Hebben we dat goed? Maar ze zijn niet verantwoordelijk daarvoor, volgens mij. Nee. Vindt u dat het zo goed geregeld is in Nederland? Of hoe zou u dat anders willen zien? Het heeft mij altijd bijzonder verbaasd hoeveel mensen en middelen beschikbaar waren in Nederland om de risico's en ook het hele beheer van het olie- en gasgebeuren in Nederland te begeleiden, te sturen, noem maar op, zeker op technisch gebied. Hoeveel waren dat er? Ik heb niet zo'n zicht op andere organisaties, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar economische zaken, daar zijn één of twee technische experts. Een hele lange tijd één, denk ik, eerlijk gezegd. Als je kijkt bij SODM, de toezichthouder zelf, bij de afdeling ondergrond waar ik kwam werken in 2009, was daar eigenlijk één geomechanische expert. Er was niemand met. Er was net iemand aangenomen met geodetische kennis, dus het meten van die bodemdaling aan het oppervlak. Er was niemand met geofysische kennis. Er was een halve reservoir-ingenieur en een beetje meewerkend afdelingshoofd. Dat was het. En als je keek naar de hoeveelheid. Want het was natuurlijk Groningen, maar je had ook de Waddenzee, je had de zoutwinning. En er waren op veel plaatsen problemen en zaken die bekeken moesten worden. Volstrekt onvoldoende expertise en mensen. Ja. Okay. TNO had wel meer mensen. Dat kwam ook wel omdat in die tijd natuurlijk net een periode was geweest waar er ontzettende druk van liberalisering en eigen verantwoordelijkheid voor maatschappij. Dat moest je allemaal niet willen als overheid. Dat kon je aan de markt overlaten.
De motie Abtroop. De Tweede Kamer was volgens mij in die tijd ook helemaal op die golflengte. Er moest misschien één nationale toezichthouder komen. Er moesten veel minder mensen komen. Er moesten toezichtvakanties komen. Dat kon je prima overlaten aan de bedrijven en de maatschappij. Daar heb ik het zelf helemaal niet mee eens, maar het was wel de trend. En dat denk ik een van de redenen dat dat zo gelopen is. Maar ook in de periode daarvoor, hoor, er was toch altijd... Daar werden natuurlijk honderden miljarden verdiend aan dat Groningenveld. En als je kijkt wat werd er nou geïnvesteerd in kennisontwikkeling en onafhankelijke kennisontwikkeling, dat is natuurlijk heel weinig. Ja, ja. Dat is helder. Dank u wel. Ja. We gaan even kort schorsen. We zijn al vijf kwartier ruim bezig. Oh ja. En we hebben nog meer vragen voor u. Maar dan gaan we, denk ik, 11:55 gaan we verder. Ja, is goed. En dan vraag ik even aan de griffier om u even naar buiten te begeleiden. Ja, ik neem even een slokje water. Prima. Kan ik dit hier laten? Ja, ja, dat is goed. Ja. Ja. Ik schors de vergadering tot 11:55.
Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. We hadden even geschorst in het verhoor met de heer De Waal. En ik verzoek de griffier wederom om hem opnieuw uit te nodigen om voor ons plaats te nemen. Ja, ja, we kunnen weer verder. We kunnen weer verder. Dan gaat de heer Quint door met het volgende. Ja. Voor de pauze keken we er al even kort naar vooruit. In 2009 maakte u de overstap naar het toezicht, naar het staatstoezicht op de mijnen. Wat was de voornaamste reden dat u de overstap maakte van Shell naar het SOD? Ik ging met Shell, bij Shell met pensioen, met vroeg pensioen. De reden daarvoor was de grote financiële crisis van 2007-2008. Ik dacht eigenlijk, nou dan ga ik met pensioen. Ja, oké. Maar toen zag ik op een gegeven moment, dat was vrij laat zelfs al, een advertentie voor een baan bij Staatstoezicht op de Mijnen. Maar die was al van augustus het jaar daarvoor of zo. En toen dacht ik, nou god, toch eens bellen. Want op zich had ik geen bezwaar, ik had eigenlijk nog wel zin om wat te doen eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus toen heb ik gebeld en gevraagd of die vacature nog... een e-mail gestuurd, denk ik. Toen gebeld. En toen zei ze, ja, die is er nog wel. Ja, die vacature hebben we niet kunnen vervullen. Maar Hans de Waal, de Hans de Waal van de Bodemdaling. Ja, zei Hans de Waal. Oh, wacht even, dan verbinden we je door. Nou ja, zo is dat gesprek begonnen. En toen ben ik daar op een gegeven moment terechtgekomen. Ik had al een hele tijd eigenlijk ander soort werk gedaan. Meer technisch management niveau. Maar ik vond het nog altijd leuk. Ik had die Bodemdaling altijd nog heel actief gevolgd. Ik had bij Shell ook wel banen gedaan die wat op intern toezicht leken op werkmaatschappijen. Dus ik was snel aangenomen eigenlijk toen ik daar kwam. Hoe werd er vanuit Shell naar het externe toezicht, naar SODM als toezichthouder gekeken? Heb ik nooit zo heel veel van gezien, eerlijk gezegd. Ik heb nooit contacten gehad met SODM in de tijd dat ik bij Shell werkte. Collega van mij, Bob Smits, die had wel zo nu en dan wat contacten met Putgens. Dat was veel eerder, hè? Dat was in de jaren 80, denk ik, 90, denk ik of zo. Nou, die was altijd onder de indruk van de expertise van met name de heer Putgens. Verder eigenlijk. En wat, want u komt dan terecht bij de afdeling geoengineering? Ja, dat heette met een mooi woord geoengineering, tegenwoordig ondergrond. Ja. Maar dat is meteen al in het kort een antwoord op mijn vraag, namelijk wat is dat precies? Ja, geoengineering zijn de mensen die inderdaad kijken naar de ondergrond. En dan met name naar in de winningsplannen, naar wat er in de winningsplannen voorgesteld wordt over de manier van winnen. Maar met name ligt de nadruk, onder de mijnbouwwet ook natuurlijk, op de bodemdaling. Wat trof u aan op die afdeling? Hoe groot is zo'n afdeling? Ja, piepklein. Ja, echt heel klein. Ik vond het heel klein. Het was, ik kwam even al ter sprake voor de pauze. Ja. Inhoudelijk werkten daar een paar mensen. Er was een part-time jurist, een part-time reservoir engineer. Hans Roest zat daar als geomechanicus. Er was iemand geweest, die had naar bodemdaling gekeken. Die was al een jaar weg of zo. Die kende ik ook nog wel uit mijn Shell-tijd en uit de tijd daarna. Twan Ducanois. Er lag een gigantische stapel aan dossiers en aan problemen en aan werk. Eén geomechanicus. Eén geomechanicus, ja. Dus dat kon eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is niet te behappen. Er was onvoldoende tijd, denk ik, om op een kwantitatief en kwalitatief afdoende manier toezicht uit te oefenen. Want als je zegt, wat was nou de rol van die afdeling geoengineering? Die was natuurlijk om... Op het moment dat de mijnbouwondernemingen nieuwe winningsplannen indienden, dat moest hè, onder de mijnbouwwet, daar zeggen ze dan in hoe ze dat veld willen gaan ontwikkelen, doen ze ook voorspellingen over de bodemdaling en de seismiciteit. Daar werd advies van verwacht door de afdeling ondergrond, speelde daar een hele belangrijke rol in. En vervolgens, als zo'n veld dan ontwikkeld wordt, meekijken, meelopen, kijken of het wel gebeurt zoals voorspeld, of die bodemdaling zich wel ontwikkelt zoals voorspeld. Voor andere problemen optreden. Dat was de rol.
Nou is het Groningenveld heel groot, maar er zijn nog tientallen, honderden andere gasvelden die... Ja, in Nederland zo'n 100 olie- en gasvelden. Ja. Ja. En dat moet u dan samen met Hans Roest doen. Monitoren? Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat er zijn heel veel hele kleine veldjes en die zijn offshore en daar spelen geen problemen. Dus dat, als je nou zegt, tel het eens op en ik heb het op zich gedaan, ik heb het op een rij gezet. Wat er in die tijd speelde aan problemen, gevallen of dingen die veel aandacht vereisten. Dan kom je al heel makkelijk aan iets van 10, 15 onderwerpen die echt veel tijd nodig hadden. Dat was de Waddenzee, ja. Winningsplannen. Daar waren problemen nog van de oude kolenwinning in Limburg, waar instortingen optraden. Er waren problemen met de zoutwinning, en op verschillende soorten zoutwinningen ook, de ondiepe zoutwinning, de diepe zoutwinning. Ja, er was een gasveld wat veel harder zakte dan voorspeld was, wat inmiddels toen ik daar kwam al stilgelegd was, maar dat moest gekeken worden wat daar nou toch de verklaring voor kon zijn. Nou, daar heb ik zelf nog aanvankelijk veel aan gewerkt. Ja. Er waren gasopslagen in zoutkoepels waar over geadviseerd moet. Nou ja, eindeloze lijst. Als u een inschatting moet maken, welk percentage van de werkzaamheden ging over het veld in Groningen? Nou, aanvankelijk heel beperkt eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik denk dat Hans Roest misschien nog wel wat meer tijd aan besteedde. Ik ging wel eens mee naar dat technisch platform aardbevingen als dat overlegde was. Maar als ik kijk van mijn tijd was dat nauwelijks tijd. Ik ben eigenlijk pas weer bij Groningen betrokken geraakt, pas in 2011. Hans Roest was er denk ik iets meer mee, maar ik kan hem zo meteen zelf vragen. Ja, ja. Maar als ik het zo hoor, dan is qua omvang, was er relatief weinig ruimte voor u en uw collega's om eigen onderzoek te doen. Dat was afhankelijk van wat u aangeleverd kreeg. Ja, en dat werden we ook niet zo geacht te doen, hè? Eigen onderzoek. Dat was natuurlijk ook niet de rol van SODM. SODM kon natuurlijk wel externe adviseurs inschakelen. Met name TNO, de afdeling AGE. Die hadden veel expertise, dat was ook een goede club mensen. Dat is denk ik wel de concentratie van mensen bij de semi-overheid met de meeste expertise op dit gebied. Die hadden ook een behoorlijk aantal mensen en waren goede mensen, vond ik. Ja. U zegt het al, naast het staatstoezicht op de mijnen zijn er in Nederland kennisinstellingen die onderzoek doen naar de risico's van gaswinning, zoals KNMI en TNO. Wat zijn de verschillen in taken en verantwoordelijkheden tussen staatstoezicht en het KNMI bij het inschatten van de risico's bij gaswinning? Ja, nou, SODM had helemaal geen expertise op het gebied van seismiciteit in huis, had ook geen geofysici in huis. Ik weet dat Jan de Jong, de toenmalige IGM van SODM, heeft gevraagd om extra formatie, dat hij één of twee geofysici in dienst mocht nemen, omdat dat zo'n prominente plaats had gekregen in de nieuwe mijnbouwwet in 2003. Dat is toen niet toegestaan en hem is toen verteld dat hij daarvoor bij het KNMI moest zijn, voor die expertise, dat hij daar gebruik van moest maken. Maar ook als je naar KNMI kijkt, dat is eigenlijk ook een heel klein clubje mensen die zich daar bezig hielden met die seismiciteit. Beantwoord dat de vraag? In die zin, u zegt er waren er niet zo veel bij het SODM, maar waar zit nou het verschil in taken en verantwoordelijkheid tussen het staatstoezicht en KNMI? Ja. Nou, SODM is natuurlijk de toezichthouder. KNMI is geen toezichthouder. SODM houdt ook geen toezicht op KNMI of zo, of op TNO. Dat staat allemaal los. Dus de taak van SODM is met name gericht om te kijken of die olie- en gaswinning en zoutwinning in Nederland, en kolenwinning of de na-eilende effecten daarvan, of dat veilig is. Het gaat met name bij SODM om de veiligheid. Ja. Dat is de hoofdtaak. TNO heeft een grotere taak, adviseert ook economische zaken. En kan ook iets vinden van allerlei andere zaken, maar zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid op zich. Geldt ook voor KNMI, hoewel je zou kunnen zeggen dat die seismiciteit natuurlijk toch een sterke risicocomponent heeft. Als je daarnaar kijkt, het punt is ook dat niemand dacht dat er een veiligheidsrisico was in die tijd. Hè. Dat is heel lang zo gebleven, tot na Huizingen eigenlijk was iedereen ervan overtuigd dat er geen risico was. Dat is misschien ook een deel de verklaring voor het feit waarom er zo weinig mensen en middelen opgezet werden. Maar ja, dat is toch ook een soort vicieuze cirkel natuurlijk. Want daardoor kom je er natuurlijk ook niet achter dat het anders zit. Ja. En hoe was de verhouding tussen het staatstoezicht op de mijnen en het KNMI?
Het KNMI, nou, voor een deel heb ik dat uit horen zeggen. Ja, ik weet dat SODM al zo rond 2006, 2007 zich zorgen begon te maken over de aardbeving in het Groningenveld. Die leken toe te nemen, die leken zich ook te concentreren in bepaalde gebieden. Dat was al bij de winningsplan 2007 wat de NAM had ingediend, dat SODM daar vragen bij had of over had. En toen heeft KNMI volgens mij tegen SODM gezegd dat dat niet aan de orde was om daar problemen over te maken, omdat de periode veel te kort was, er waren veel te weinig aardbevingen, je kon daar niks over zeggen, je kon daar geen uitspraken over doen. En ze vonden ook dat dat hun expertise was. SODM moest dat niet, moest er eigenlijk niet zelf iets van vinden, moest gewoon de mening van KNMI gebruiken, wat ook gebeurd is trouwens uiteindelijk. Ja. En KNMI vond dat er geen risico was. Nou, dat kan je niet helemaal zeggen, maar die hadden bepaalde ideeën daarover, namelijk dat het maximale magnitude in het veld eigenlijk vaststond. Je kon niet meer krijgen dan een bepaalde kracht van de aardbevingen. En als je dat dan weer meenam in de berekeningen van wat er dan met huizen en gebouwen kon gebeuren, dan was de conclusie, nou, die blijft staan, er is geen risico op instorting, dus er is geen echt risico. Okay. Ja. Hoe was de verhouding tussen het staatstoezicht en TNO? Ja, die was op zich heel redelijk eigenlijk. In de periode dat ik daar kwam zijn we ook steeds meer gebruik gaan maken van de expertise bij TNO. TNO was ook een soort huisleverancier van SODM. Werd ook samen geadviseerd vaak over winningsplannen. Daar kwamen de gemeenschappelijke handtekeningen onder. Dus die was goed. Okay. KNMI was wat meer, er waren minder contacten met KNMI en werd ook niet zo heel veel samengewerkt eigenlijk. Ja. Maar mensen kenden elkaar. Een beetje de periode voordat ik daar kwam natuurlijk. Maar er werd wel, mensen zagen elkaar wel. Er was wel uitwisseling van ideeën. Dat technisch platform aardbeving zat iedereen gezamenlijk in. Samen met de mijnbouwondernemers waren wel contact. Ik denk op zich dat er geen grote problemen waren verder tussen die organisaties. Ja. Maar er zat wel, als ik uw eerdere antwoord beluister over KNMI, verschil van inzicht tussen het zicht op risico's en het gevolg van risico's. Ja, ik denk dat SODM zich wel degelijk zorgen begon te maken. Zo vanaf 2006, denk ik, ongeveer. En dat KNMI van mening was dat er geen aanleiding voor was. Dat er geen reden voor was. En SODM had ook niet de interne expertise of mensen om dat te kunnen challengen. Ja, te kunnen zeggen, ja, is dat nou wel zo? En wat jullie zeggen, klopt dat nou wel? En zou je ook niet... Ja. Op zich was het natuurlijk ook wat terecht. Hè. KNMI was natuurlijk het Nationaal Kenniscentrum op het gebied van seismiciteit. Maar ja, ook bij KNMI zaten maar heel weinig mensen op dat onderwerp. Ja. Ja. Dus daar werden wel grote uitspraken gedaan op basis van eigenlijk heel beperkte kennis. Ja. Ja. We komen hier ook later nog terug in ons onderzoek. Ja. Ook na de zomer... Ja. Gaan wij verder met openbaar verhoren en dan is het komt het weer aan de orde. Ja, ja. Wat terecht, aan de orde denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Iedereen is met z'n allen in een tunnel geraakt. Dat is al vrij vroeg begonnen, in 1990 ongeveer, denk ik al. Dat was, er waren natuurlijk wel aardbevingen, maar dat was toch niet echt een probleem. Het was niet echt een risico, er kon schade ontstaan, maar er was nooit sprake van de herkenning van een risico. En die tunnel is blijven bestaan tot en met Huizingen. Ja. En wie zaten er in die tunnel? TNO zat in die tunnel, KNMI, SODM, de NAM, economische... Iedereen eigenlijk die erbij betrokken was. En het was natuurlijk een vrij beperkte groep van mensen. Eigenlijk de mensen die in het technisch platform aardbevingen later zaten. Die waren dat... Deltares zat er een beetje in. TNO Bouw. Een groep van mensen... Waar ook heel weinig externe challenge, denk ik, op was van buiten. Het was voornamelijk een Nederlandse aangelegenheid. Nederlandse universiteiten, Nederlandse kennisinstituten. Terwijl in Nederland natuurlijk heel weinig ervaring is met seismiciteit. Laat staan geïnduceerde seismiciteit. Ja. Ja. En die tunnel is er, die blijft er tot aan 2012, ja. Zegt u. Ja. Ja. Als toezichthouder heeft staatstoezicht ook veel contact met het ministerie van Economische Zaken. Ja. Waar de organisatie officieel onder valt. Ja. Op welke manier had u in uw dagelijkse werk te maken met het ministerie van Economische Zaken? Economische Zaken vroeg ons om advies.
Dat deden ze ook formeel. Hè. Ze deden formeel een verzoek om advies. Onder de mijnbouwwet hoefde dat niet eens officieel, volgens mij. Maar dat was wel usance, dat werd wel altijd gedaan. En daar werd ook, afhankelijk natuurlijk van hoe groot de inschatting van de risico was, veel of weinig tijd aan besteed. Maar zoiets als Groningen, als er een nieuw winningsplan kwam, werd daar natuurlijk een behoorlijke inspanning geleverd. Werd dan ook extern advies gevraagd, voornamelijk bij TNO. Was ook wel overleg mee met EZK, maar SODM was toch een redelijke mate onafhankelijk in haar adviezen. Ik denk dat er op niveau van afdelingshoofden en inspecteur-generaal meer overleg was met economische zaken. Er waren ook regelmatig bilaterale met economische zaken, waar de lopende zaken werden doorgesproken. Daar ben ik ook wel eens bij geweest, in een later stadium eigenlijk, ja. Ik wil u graag een uitspraak voorhouden van de heer Haak van het KNMI, die hij afgelopen weekend heeft gedaan. Ja, ik heb het gehoord. Het leidt tot herkenning. Ik lees het nog even voor. Het is een kunst op zich om je wetenschappelijke integriteit overeind te houden in een politieke omgeving, legt Haak uit. Op de vraag of hij wel eens te horen kreeg dat hij een minister niet in de problemen mocht brengen met zijn onderzoeken, zegt hij, tuurlijk, ja tuurlijk, dat kreeg ik wel eens te horen. Dat was een geschreven en ongeschreven regel. Dan schrijf je het zo op dat de goede verstaander leest wat hij lezen wil. Ja, heeft mij verbaasd die uitspraak, ja. Ja, kunt u vertellen waarom deze uitspraak u heeft verbaasd? Nou, omdat het eigenlijk suggereert dat hij niet onafhankelijk was in zijn advisering. Dat hij zelf vond dat hij rekening moest houden met het belang van de minister of andere zaken. Daar heb ik zelf nooit last van gehad. Dus ik heb nooit de druk gevoeld dat ik niet kon zeggen wat ik wilde zeggen. Of niet kon opschrijven wat ik wilde opschrijven. Oké. Okay. Ja. Daar heeft u in uw werk bij het staatstoezicht op de mijnen nooit last van gehad? Nee. Zoals u het omschrijft. Nee. Oké, okay. Dank u wel. Ja. Heeft u wel druk, want u had het net over dat KNMI soms de neiging had om, laat ik het zo zeggen, een hekje om het eigen erf te zetten. En om een hekje om het eigen erf te zetten en dat het dat van hen was en niet van de SODM. Heeft u daar wel eens het idee gehad dat men ook actief bezig was om het SODM ervan te weerhouden, om bepaalde dingen te gaan uitzoeken? Nee, dat heb ik niet zo gevoeld. Het was wel duidelijk hun mening. De seismiciteit en de advisering daarover was hun zaak en niet van SODM. Ik ben zelf pas gaan kijken naar die seismiciteit in Groningen vanaf eind 2011, begin 2012. Dat was in het kader van de, dat heette actualisering van het winningsplan Groningen. Maar dat was eigenlijk het indienen van een nieuw winningsplan, een aangepaste versie. Toen ben ik daar zelf naar gaan kijken. Ja, ik heb me nooit geremd gevoeld om daarnaar te gaan kijken, eerlijk gezegd. Maar we wisten natuurlijk wel hoe KNMI daarover dacht. Op een gegeven moment, na die huizingenbeving, zijn wij zelf verder analyses gaan doen. En de resultaten daarvan gaven eigenlijk aan dat wat tot dan toe gedacht werd, dat dat waarschijnlijk niet waar was. Ja. Daar hebben we toen wel met KNMI al vrij snel over gesproken. Ja, precies. Dat heeft zich voortgezet in de periode van september tot en met december of zo. Ja, er werd wel flink pushback gegeven door KNMI daarop. En daar gaan we de komende maanden nog uitgebreid op terugkomen. Nee, dat wel. Dus toen heb ik dat wel gevoeld. Dat zij eigenlijk vonden dat wij ons daar niet mee moesten bemoeien. Ja. En ze waren het er ook helemaal niet mee eens met wat wij zeiden en vonden. En u zegt net zelf al in een bijzin eigenlijk vanaf eind 2011... raakt u inhoudelijk betrokken bij de gaswinning? Ja. Krijgt u daar een belangrijkere rol? Hoe ziet het er in de praktijk uit om toezicht te houden op de NAM? Hoe zag de praktijk van de toezichthouder eruit? Ja. Hoe werkt dat? Nou, op een gegeven moment wordt duidelijk dat er een nieuw winningsplan aankomt. Dat is eind 2011. Dan vindt er een aantal informele bijeenkomsten plaats. Maar wordt wel netjes genoteerd hoor en zo. Met technische mensen van de NAM. En daar wordt besproken wat zij van plan zijn te gaan doen. Mm-hmm. En maakt SODM duidelijk wat wij daarvan vinden. En ook of we eens zijn met het voorgestelde aanpak. En de zaken waarvan wij vinden dat die extra aandacht nodig hebben.
Dat wordt meteen ook gebruikt om een update te geven door de NAM van de technische ontwikkelingen en het werk van wat zij gedaan hebben de afgelopen tijd. Merkt u daar verschillen van inzicht in de risicoperceptie van de gaswinning op dat moment tussen SODM en de NAM? Op dat moment nog niet. Dat begint dus eind 2011 en echt de belangrijke bijeenkomst is dan in april 2012. Ja. Dan vertellen ze ons wat ze gedaan hebben. Daar is een voorgeschiedenis aan, hè? Want SODM heeft natuurlijk in 2009 gevraagd om meer werk te gaan doen aan die aardbevingen. NAM vraagt op dat moment uitstel daarvoor tot het nieuwe ondergrondmodel klaar is. Dat, volgens mij is die discussie, die mailwisseling daarvan in 2010 geweest, april 2010 of zo. En zij vragen dan uitstel tot 2012, omdat zij weten ook al dan dat dat nieuwe winningsplan eraan komt. En dan zijn ze nieuwe modellen en ondergrondsmodellen voor aan het ontwikkelen. Nou, daar wordt toestemming voor gegeven. Iedereen vond het wel wat lang, een erg lange periode. Maar goed, uiteindelijk wordt daarmee akkoord gegaan. Dus wij hadden niet anders dan verwacht in april dat zij zouden komen met hun nieuwe analyses van het aardbevingsrisico. Dat viel ons heel erg tegen. Daar was eigenlijk niks. Daar hadden ze geen werk aan gedaan. Dus op dat moment vertellen we ook aan de NAM dat wij verwachten dat daar alsnog veel aan gedaan wordt. Ja. Veel meer aan gedaan zal gaan worden. Het is een bijeenkomst van het Technisch Platform Aardbevingen in, ik denk eind mei of zo. Mm-hmm. Daar is die discussie ook opnieuw. En gaan zelfs de andere oliemaatschappijen aangeven dat ze vinden dat NAM wel meer moet gaan doen en veel meer aandacht moet gaan besteden aan dat aardbevingsrisico. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Want dit klinkt alsof de andere gasmaatschappijen het idee hadden dat NAM de kantjes ervan afloopt op dat gebied. Nou, dat weet ik niet of ze dat zo vonden, maar wat ze wel vonden, dat zij last kregen van het feit dat die aardbevingsproblematiek steeds sterker werd en dat ze vonden dat daar veel meer aandacht voor nodig was, dat ze wisten dat die verantwoordelijkheid daarvoor bij de NAM lag. En dat ze vonden dat de NAM daar onvoldoende invulling aan gaf. Dat zijn technische mensen trouwens, die daarbij bij elkaar komen. Dat is niet op managementniveau. Leiden die discussies tot een veranderende relatie tussen staatstoezicht en de NAM? Uiteindelijk wel. Ook in die bijeenkomst en ook wel in die bijeenkomst in april was eigenlijk wel duidelijk dat de NAM dat niet zo'n groot en belangrijk issue vond. Ze zeiden, dat kunnen we allemaal wel gaan doen, maar er gaat toch helemaal niks veranderen. Ik dacht toch niet dat iemand de gaswinning in Groningen zou gaan bijstellen vanwege het aardbevingsrisico. Had SODM op dat moment voldoende inzicht in de ondergrond van het Groningenveld om zelf die risico's te kunnen inschatten? Of was men daarbij echt afhankelijk van? De risico's van de aardbeving? Ja. Dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Wat er uiteindelijk gebeurd is dat wij in september, naar Huizingen meteen, zijn gaan kijken. Ik had zelf al het gevoel dat er wel erg veel bevingen waren met magnitudes boven de 3. En dat dat eigenlijk niet in overeenstemming was met de analyses zoals die gemaakt werden door het KNMI. Daar was ik al bezorgd over. Daar zijn we verder naar gaan kijken in augustus, begin september. En toen bleek al heel snel dat een aantal aannames, en daar heb je helemaal niet zo gedetailleerde kennis van dat veld voor nodig. En ook niet zo heel gedetailleerde kennis nodig van seismiciteit of aardbevingen. We zagen gewoon dat er een aantal aannames in die analyse zaten. En een manier waarop dat gedaan werd, die eigenlijk niet kan, niet mag, niet juist is. En daar hadden wij onze problemen. Daardoor kwamen wij al heel snel tot de conclusie dat je dan, als je dat zo doet, helemaal niet mag concluderen dat er een maximale magnitude is en helemaal niet kunt concluderen dat het niet afhankelijk zou zijn van de productiesnelheid en dat soort zaken. Dus je hebt helemaal niet zo heel veel kennis nodig van het Groningenveld om tot die conclusie te komen als je naar die gegevens kijkt. Wat ik trouwens ook wel heel opmerkelijk vond, hoor, dat wij 2 weken tijd samen met mijn collega Annemarie Muntendam naar die data keken en eigenlijk zeggen, alles wat er gedaan is en heel hierover gezegd is in de voorafgelopen 20 jaar, daar kun je echt wel vraagtekens bij zeggen. Ja. Nou, daar hebben we inderdaad nog wat vragen over precies dit moment. Ja, dat klopt. Ik ga eventjes terug naar daarvoor. Want die beving in Huizingen heeft een kracht van 3,6. En u zei net, ik was daarvoor al bezorgd over dat er wel eens zwaardere bevingen zouden kunnen komen met een hogere niet zwaardere magnitude bevingen dan 3. Nee, maar ik was wel bezorgd over de frequentie waarbij sterke bevingen met magnitudes boven de 3 zich voordeden. Volgens de voorspelling zou je zo'n beving eens in de
2-3 jaar moeten krijgen. En we zaten op dat moment al 4 of 5 bevingen die ongeveer ieder jaar plaatsvonden. Iets langer soms, maar die orde van grootte. Dus het leek echt een duidelijk hogere frequentie. Het gebeurde gewoon vaker dan dat je zou verwachten. Ja. Hebben we ook wel over gesproken met de KNMI volgens mij. Ik weet niet meer precies wanneer. In ieder geval is dat in september weer uitgebreid aan de orde gekomen. En zij zeiden, ja, maar statistisch kan dat wel. Dat kan wel. Dat is wel mogelijk. Ja. Maar de kans daarop is misschien toch niet zo heel groot. Maar het kan wel. Ja, alles kan altijd. Iemand wint de loterij. Die kans is ook niet zo groot natuurlijk. Maar of dat nou hier echt van toepassing was, daar had ik echt wel twijfels over. Toen zijn wij plotjes en analyses gaan maken waar ook echt uit bleek dat dat niet zo was. En dat het echt wel toegenomen was in de tijd. Het aantal bevingen in zijn geheel ook toegenomen was. Ja. Waarom, want het KNMI deed dat nog eens. Waarom wilde u zelf gaan rekenen? Omdat wij even gevraagd hadden aan het KNMI om daar naar te kijken. En ook wel naar TNO. En ze daar eigenlijk, daar werden we niet warm van de reacties daarop. Ja, dus dat gebeurde eigenlijk niet. Nee. Ik heb begrepen dat u toestemming heeft gevraagd aan de heer De Jong, toenmalige inspecteur-generaal der Mijnen, om zelf die berekeningen te mogen doen. Ja, we hadden natuurlijk waarom vroegen jullie toestemming? Nou, we hadden zelf natuurlijk ook al wel dingen gedaan. En we hadden al wel de eerste indicaties. Speelde dan wat langer een discussie. Ook al voor Huizingen had plaatsgevonden, lag er al een brief klaar. Omdat we vonden dat de NAM onvoldoende deed aan die aardbevingsproblematiek. Waar we eigenlijk aan NAM vroegen om alle gegevens van de ondergrond beschikbaar te maken voor TNO. Wij wilden zelf op dat moment een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Een soort controleonderzoek op het werk wat we aan de NAM vroegen door TNO. Dus dat speelde al. Na Huizingen hebben we echt zelf gekeken en zagen we dat er toch wel issues waren. Toen wilden we een aanzienlijke hoeveelheid van onze tijd daaraan gaan besteden. En daarvoor hebben we toestemming gevraagd aan Jan de Jong. Dus we hebben hem toen erbij gehaald. We hebben gezegd, kijk, dit hebben we nu gevonden. Dit ziet er zo uit, deze plaatje. Nou, hij zag onmiddellijk het belang daarvan in en zei, ja, nee, dat moeten we verder uitzoeken. Ja. Ja. En tot welke nieuwe inzichten leiden dat onderzoek dat jullie hebben gedaan? Ja, twee dingen eigenlijk. Twee voornamelijk uitkomsten. Eén uitkomst was van op basis van de aardbevingen die al hadden plaatsgevonden, met verschillende magnitudes en aantallen daarvan, was er een analyse gedaan over wat de maximale magnitude, maximale sterkte zou kunnen zijn van een aardbeving die in Groningen zou kunnen optreden. Die bovengrens was in de loop der tijd al wel een paar keer bijgesteld, van 3,2 naar 3,5, 3,6, 3,7 geloof ik. Het laatste was volgens mij 3,9. Nou, dat is toch wel een redelijke bijstelling hoor, want 1 punt magnitude is 30 keer zoveel energie die vrijkomt, dus dat is ook weer niet niks. Maar de overtuiging was toch, daar is een bovengrens. En in 3,9 was al een extra marge meegenomen, dus dat was echt wel een veilige bovengrens. Wij kwamen erachter dat die analyse gedaan was op een manier die niet valide was. En dat je, als je dat deed op de manier die wel valide was, op de goede manier, dat je dan eigenlijk op basis van die aardbevingsdata niks kon zeggen over een bovengrens. Dus dat is een belangrijke uitkomst. Tweede uitkomst is dat we gekeken hadden naar de productiesnelheden in het veld. Dus de hoeveelheid gas die er per jaar uitgehaald wordt en het optreden van aardbevingen. En wij meenden te zien dat je dan zag dat wanneer de aardgasproductie toenam, dat dan ongeveer een jaar later het aantal aardbevingen toenam. En als de productie weer afnam, want er zat echt een variatie in de tijd tussen 2000 en 2010... was echt een toename, maar daarvoor ook een afname van het aantal bevingen. Dat je dat terugzag in de bevingfrequentie, het aantal bevingen per jaar. Dus wat de suggestie gaf dat de productiesnelheid echt invloed had op de snelheid waarmee de aardbevingen optraden. De aantal aardbevingen die op. Dat waren de twee voornaamste uitkomsten. Even in mijn woorden. Dus, de eerste bevinding was, je kan niet zeggen over de bovengrens. Op basis van de aardbevingsdata die er geweest zijn, ja. Ja. En het tweede is, hoe sneller we gas winnen, hoe steviger Groningen beeft. Ja, hoe vaker het beeft. Als je twee keer zoveel. Nou, de suggestie was, als je de gasproductie verdubbelt, dan krijg je een jaar later verdubbeld het aantal bevingen. Ja. Okay. Hoe lukt het op zo'n korte termijn tot die inzichten te komen? Ja, dat was niet zo moeilijk. Het was gewoon een kwestie van, die data hadden we natuurlijk. We hadden de productiedata, we hadden natuurlijk het aantal aardbevingen. Dat is een kwestie van wat plotjes maken, Excel-spreadsheetjes en dan heb je dat. Je kunt ook verschillende periodes bekijken.
de analyse die de KNMI gedaan had, kun je ook herhalen voor verschillende periodes. En dan blijkt dat daar verschillende uitkomsten uitkomen. Nou, dat is al vreemd natuurlijk. Het was wel zo dat er inmiddels waren er in Groningen natuurlijk wat meer bevingsdata. Wat de KNMI tot dan gedaan had, ze hadden data van allerlei verschillende velden in Nederland gecombineerd en in één analyse gestopt. Ja, dat mag niet. Dat kun je eigenlijk niet doen. En hun rechtvaardiging daarvoor was, ja, maar dan hebben we onvoldoende data om een analyse te kunnen maken. En het antwoord daarop is natuurlijk, dan moet je die analyse niet maken. Niet. Dan doen we het maar op de manier waarop het niet goed is. Zegt u nu dat de manier waarop het KNMI dat deed, dat niet goed was? Dat zeg ik, ja. Ja. Kunt u uitleggen wat daar niet goed aan was? Nou, drie dingen eigenlijk. Twee beseften wij eigenlijk al in september, begin september. De derde werd ons pas later volledig duidelijk. Dat zal ik wel zo toelichten. Ten eerste mag je niet zeggen van, als ik een analyse ga maken van wat de maximale magnitude kan worden, wat je dan doet, dan maak je een bepaalde figuur, dat heet de Gutenberg-Richter-plot. Ja. Daar staat langs de ene as staat de magnitude, de sterkte van de beving, en langs de andere as staat hoe vaak die dan voorkomt, zo'n beving. En dan krijg je een lijn, nou, heel technisch, je moet nog op een logaritmische plot doen. Nou, dan krijg je die datapunten en een lijn en op basis daarvan kun je dan een voorspelling maken. En het KNMI dacht te zien dat je dan een lijn had en dan boven een bepaalde magnitude werd de kans nul op zo'n beving. Dus dan zeg je, nou, deze magnitudes, daarboven, die kans, die is er eigenlijk niet meer. Dat mag je niet, dat moet je dan doen op basis van de data van dat veld waarvoor je dat probeert te voorspellen. Maar er waren natuurlijk relatief weinig bevingen op dat moment nog in Groningen. Dus hebben ze velden, data van andere velden daarbij gestopt. De Roswinkelveld, Alkmaar, nou, noem alle velden in Nederland waar aardbeving optreden, hebben ze allemaal in diezelfde figuur gestopt. Maar ja, die velden zijn op bepaalde momenten gestart. Daarvoor waren er natuurlijk geen bevingen. Start, dan neemt het aantal bevingen toe en dan stopt het weer. Dat kun je niet met elkaar gaan combineren. Als je ook kijkt naar één individueel veld als Groningen, dan zie je dat het helemaal niet constant is, het aantal bevingen. Je ziet gewoon dat toeneemt in de tijd. Alleen dat werd, ja, ik moet zeggen, dat kon je niet goed zien als je... Dat kon je niet goed zien als je die gegevens van al die verschillende velden met elkaar combineerde. Dan leek het alsof het aantal aardbevingen in Nederland door olie- en gaswinning ongeveer constant was. Nou, dat was ook wel ongeveer zo. Maar als je per veld keek, was dat helemaal niet waar. En de basis van die analyse is dat je een constante stationariteit hebt. Dat betekent dat dan ongeveer een constant aantal aardbevingen per jaar hebt. Nou, dat was niet zo. Dus dat is één. Ja, dat is... Ze deden alle, het academie voegde alle data van de andere velden bij elkaar, maar had het Groningenveld moeten nemen. Wat is twee? U zei net, er zijn drie dingen die niet goed waren. Er zijn drie aannames. Nou, de eerste is dat je niet al die velden met elkaar mag combineren. De tweede is de aanname dat het constant is. Dat is dus twee. Je mag niet zomaar allerlei velden. Stel je voor dat je die velden... Dat je dat ene veld al in 1960 had ontwikkeld en daarna een veld in 1980 en dan nog een veld in 2020, dan ziet die figuur er compleet anders uit. Maar het is wel dezelfde figuur. De tijdstippen waarop je velden start en stopt, heeft dan gigantisch invloed op die figuur en daarmee op de uitkomsten. Dus dat mag helemaal niet zo. Dat kan niet. Ten tweede moet je voor zo'n analyse aannemen dat het aantal aardbevingen inderdaad min of meer constant is in de tijd. En dat is ook niet het geval als je naar een individueel veld kijkt, en met name Groningen, daar keken wij dan naar. En je kijkt als functie van de tijd, of als functie van de productie, of als functie van de drukdaling. Dan zie je gewoon dat het aantal aardbevingen, nou eerst zijn er natuurlijk helemaal geen aardbevingen, dan is er een enkele aardbeving zo nu en dan. Dan krijg je, en dat gaat maar door, dat is een kwadratische figuur, of zelfs exponentieel. Als je dat kun je niet precies zien hoor, wat het is, maar wat je wel ziet is dat dat heel sterk toeneemt in de tijd. Ja, dan kun je zo'n analyse niet maken. Op die manier. Ja. De derde is, als je in die figuur kijkt, wat voor lijn moet je daar nou doorheen trekken? Nou, wat het KNMI deed, die trokken daar de lijn doorheen die het meest waarschijnlijk was. En die had inderdaad zo'n bocht en dan gevolg daarvan was dat er boven een bepaalde magnitude de kans op zo'n beving eigenlijk nul werd. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, welke lijn kun je allemaal door die puntenwolk heen trekken? Want er zit natuurlijk ook wat scatter op en zeker aan die kant bij de grote bevingen zijn grote onzekerheden. Ook statistische onzekerheden. Nou, we hadden dat houtje-touwtje, met name mijn collega Annemarie Muntendam had dat met een beetje houtje-touwtje-analyse had ze dat netjes uitgewerkt. En dan blijkt eigenlijk dat ook een rechte lijn die je doorheen trekt eigenlijk net zo waarschijnlijk is. Ja, iets minder, maar nauwelijks minder waarschijnlijk.
Dus wij op basis daarvan hadden gezegd, dan moet je die analyse moet je gewoon niet zo doen op die manier. Je moet gewoon kijken wat zou het kunnen zijn. En dan blijkt dat je eigenlijk geen uitspraak kunt doen hoe die lijn er precies uitziet voorbij het punt waar je nog geen beving hebt gehad. Nou, later is dat door twee onderzoekers van Shell, die het Shell-laboratorium werkt in Rijswijk, is dat heel netjes uitgewerkt. Dat hebben ze volgens mij in november, december van datzelfde jaar gedaan. En zij hebben toen ook de statistische techniek gebruikt die je daarvoor moet gebruiken. Dat heet de maximum likelihood analyse. Nou, oké, technische term. Die bevestigde dat ook volledig. En sterker nog, daar kwam nog uit dat het, dat het misschien nog wel wat zorgelijker was dan wij berekend hadden. Oké. Okay. Hoe kwalificeert u die methode die het KNMI gebruikte? Ja, ik denk dat ze dat in alle, vermoed dat ze dat in alle eerlijkheid dachten dat dat de beste manier was waarop je dat zo moest doen. Maar ik heb ze ook nooit, ze hebben oorspronkelijk ook, als je kijkt, het is op een gegeven moment gepubliceerd. Hè, in 2006 hebben ze dat in een wetenschappelijk blad gepubliceerd op basis van een intern rapport uit 2004. Daar geven ze ook allemaal netjes aan. Dat was Torrelt van Eck, was de hoofdauteur van dat artikel. Van nou, we maken deze en deze aannames. Dat mag eigenlijk niet, maar dat doen we toch. Daar staat dan uiteindelijk ook wel als conclusie. Nou, de bovengrens zou dan zo en zoveel zijn. Maar er staat ook wel in deze analyse door de aannames die we maken. Je kent natuurlijk grote onzekerheden. Dat staat daar wel netjes in. Dat is volgens mij later uit beeld geraakt. Dat is min of meer vergeten. Ja, en het feit dat er een bovengrens was aan die beving is wel heel hard gecommuniceerd steeds. Dat hadden ze niet moeten doen. Dat hadden ze niet moeten doen, nee. Nee. Is ook wel verbazingwekkend. Het is uiteindelijk natuurlijk gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk artikel. Daar hebben ze blijkbaar ook geen sterke kritiek op gehad. Ja. Ja. Ik weet ook niet, volgens mij, voor zover mij bekend, is ook niet aan buitenlandse instituten, waar wel veel ervaring was met aardbeving, bijvoorbeeld in Italië of Amerika, gevraagd wat men van die analysetechniek vond. Ja, of Zwitserland. Of later is dat wel gebeurd. Ja. Oké, okay, dank u wel. Maak we even een sprong in de tijd. Is het nu beter? Is de huidige stand van de kennisontwikkeling over de ondergrond, is dat beter? Ja, nou, ondergrond moet je denk ik specificeren naar geïnduceerde seismiciteit. Hè? Dus aardbeving door gasproductie. Ja, dat is heel veel beter. Dus echt naar die beving in Huizingen en naar dat advies van SODM om die gasproductie terug te brengen. Heeft de minister dat natuurlijk niet gedaan, maar hij heeft wel gestart met dat onderzoeksprogramma, die 11 of 14 onderzoeken. Daarna is ook nog het kennisprogramma Effecten Mijnbouw opgestart. NAM heeft een heel groot studie- en data-acquisitieprogramma opgestart. Dat is echt indrukwekkend wat daar gedaan is. Het is een indrukwekkende hoeveelheid kennisontwikkeling. Dat is ontzettend veel beter nu, ja. En toch zijn de onzekerheden nog steeds groot. Dat blijft. Maar je zou zelfs kunnen zeggen dat het groeiende besef over de onzekerheid misschien ook wel leidt tot beter. Nou, misschien voor een deel ook wel uit dat werk gekomen is het besef hoe groot die onzekerheden zijn, ja. En we zien nu in de media, mede door de invloed van de gasprijzen van de oorlog in Oekraïne, dat er een discussie wordt gevoerd over het mogelijk langer openhouden van het Groningenveld. Kunt u ons meenemen in wat volgens u de consequenties voor de bodem in Groningen zouden zijn, wanneer er toch weer meer gas wordt gevonden? Ja, dan moet ik een beetje voorzichtig zijn, hè, want ik werk al een tijdje niet meer. Ik ben in 2016-17 ben ik weggegaan met de afdeling ondergrond ander werk gaan doen bij Staatstoezicht. Dus ik ben niet helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar er zijn twee dingen. Als je die risico's acceptabel wilt hebben, dan moet je dus echt aan de norm voldoen en ook gegeven die onzekerheden moet je aanzienlijk onder die norm gaan zitten. Dat is de aanpak die je moet nemen. Kun je twee dingen doen. Je kunt natuurlijk die productie terugbrengen. Uiteindelijk is dat besloten om dat zelfs te stoppen. Je kunt die versterkingskant van de huizen, heb je ook. Hè. Je kunt de gevolgen aanpakken. Dat heeft in het algemeen natuurlijk bij risicobeheersing niet de voorkeur. Hè. Je wilt de bron aanpakken, niet de gevolgen. Maar goed, dat kun je doen. Ja, ik geloof niet dat we in een situatie zijn waar die versterking zo voortvarend opgepakt is. Of ik weet eigenlijk wel zeker dat dat het geval niet is. Dat dat risico daardoor aanzienlijk teruggebracht is. Dus wat je gaat krijgen is dat die risico's dan uiteindelijk weer omhoog zullen gaan. Ja, hangt dat natuurlijk heel erg af van hoeveel ga je dan produceren en hoe snel. Maar het is niet veilig. Het is ook nu met de huidige productie. En zelfs als je het veld nu stopt, niet veilig. Ja. En de mate van veiligheid hangt natuurlijk ook samen met die maximale magnitude waar we het net over hadden. Ja.
Nu lazen wij vorige week dat, dat NAM een vijfdaagse wetenschappelijke conferentie heeft georganiseerd over... waar onder andere gesproken is over die nieuwe inschattingen. Zeg maar, een nieuwe discussie over de maximale magnitude van beving in het Groningenveld. Kunt u inschatten in hoeverre het te verwachten is dat die maximaal te verwachte magnitude opnieuw gaat worden bijgesteld? Ja, dat weet ik dus niet, want ik ben daar niet bij geweest. Deze workshop was een vervolg op een eerdere versie van die workshop die een aantal jaren geleden is gehouden. Daar is toen gekeken, hetzelfde format volgens mij, dezelfde organisatie. Ja. Deze workshop is gedaan omdat er inmiddels natuurlijk een aantal jaren kennisontwikkeling is geweest om te kijken of dat zou leiden tot een bijstelling en tot nieuwe inzichten. Wat wel zo is, kijk, je hebt in Groningen, je hebt de discussie over wat is de maximale magnitude, die kan optreden. Je kunt ook kijken welke aardbevingen geven de grootste risico's. Kijk, een beving van een magnitude 6, als die zou kunnen, als die optreedt, die zal wel hele grote gevolgen hebben, maar de kans daarop is heel klein, omdat die maar één keer in de, misschien 100 of 1000 jaar voorkomt. En die productieperiode is vrij kort, en zelfs als je nog een staart hebt, daarna is de tijd eigenlijk te kort. Ja. Kan altijd wel, maar die kans is heel erg klein. Dus het gevolg daarvan is dat de belangrijkste bijdrage aan, aan het risico, het optreden van slachtoffers in Groningen, wordt veroorzaakt door aardbevingen rond de 4,5 tot 5. En daarna zakt het weer, omdat de kans op die grotere beving zo klein wordt. Dus tenzij die workshop tot de conclusie komt van dat wordt minder dan 4,5, zou ik niet verwachten dat het heel veel invloed zal hebben op de risico's. Maar goed. Er komen andere mensen later, misschien die wel bij de workshop zijn geweest. Ik weet ook niet of de conclusies van de workshop al bekend zijn. Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Ja. Okay. Als we nu terugkijken, als u terugkijkt op de omgang met de risico's van de gaswinning en welke lessen er dan ook zijn te trekken voor de toekomst, daar wil ik het nu even met u over hebben. In hoeverre is er volgens u voldoende aandacht geweest voor de risico's van de gaswinning? Niet. Er is onvoldoende aandacht geweest. Het is denk ik, voor een deel is dat door die tunnel gekomen natuurlijk. Het is natuurlijk begonnen al in 1990 toen gezegd is door Toxers en Wolfs, die bevingen die gaan waarschijnlijk helemaal niet optreden. En die bodem daar, er wordt dan ook allemaal niet zoveel. Dat wordt maar iets van, we gaan weer terug naar dat oude scenario. Want die compactie, die samendruk ligt natuurlijk het is de motor van de aardbevingen. Dus daardoor is op dat moment eigenlijk de zaak een beetje uit zicht verdwenen. Is toen wel die BOA-commissie gekomen, die daarna is gaan kijken in 93 of zo, geloof ik, 94, dat ze daarna zijn gaan kijken. Maar toen is de tunnel ontstaan, denk ik. En toen is het idee geweest van, er is geen risico, er is schade. Die schade moet vergoed worden. Het aantal bevingen viel toen ook nog wel mee. Er waren niet zoveel bevingen. Het heeft echt zwaar onvoldoende aandacht gekregen. Men had dat veel meer moeten herkennen als een potentieel issue. Het is ook, denk ik, te veel inward looking geweest. Er is te weinig extern commentaar gezocht, feedback gezocht. Ja, dat had veel beter gekund. Om het scherp te krijgen, wat had dan eerder erkend moeten zijn? Dat het schade oplevert? Nee, er had veel meer onderzoek gedaan moeten worden. Ja. En ook, denk ik, wat dat betreft hadden daar veel meer partijen bij betrokken moeten worden die niet in de tunnel zaten. Dus had veel meer geluisterd moeten worden naar mensen buiten de tunnel. Maar ik denk dat je ook gericht onderzoeksopdrachten moet geven. En ik denk dat de Nederlandse overheid daar ook een rol in had moeten spelen. Om externe deskundigen, wat wel gebeurd is natuurlijk uiteindelijk, maar pas veel later. Hè. Dat is dat kennisprogramma Effecten Mijnbouw bijvoorbeeld. Zegt u daarmee dat we in Nederland veel te weinig wisten van de gedragingen in onze ondergrond toen er met gaswinning begonnen werd? We hadden veel verstand van ondergrond, denk ik, eerlijk gezegd. Dus zeer hoogstaande kennis op dat gebied. Maar waar we, denk ik, beperkte kennis hadden, is de kennis van aardbevingen veroorzaakt door olie- en gaswinning. Daar was weinig expertise. En de kennis die we daar hadden, was voornamelijk gebaseerd op natuurlijke aardbevingen, zoals die optreden, zogeheten tektonische aardbevingen. En de analysetechnieken die daarvoor bestonden, zijn ook gewoon gebruikt voor Groningen of andere velden in Nederland. En de vraag is of dat wel kan, of dat wel mag, of je dat niet anders moet doen. Dus ik denk dat er op dat moment veel meer onderzoek gestart had moeten worden naar specifiek. Maar het was niet welkom, denk ik ook. En niemand wilde dat horen. Ja.
Wat had u zelf anders willen doen? Nou ja, eigenlijk dat hele onderzoek naar die bodemdaling, wat natuurlijk mijn aanvankelijke veld van aandacht was. Daar hebben we volgens mij hadden niet heel veel anders kunnen doen. Ik was eigenlijk ook niet zo heel ontevreden over de manier waarop dat gegaan is tot, zal ik maar zeggen, 1990. Hè, dat we van de Toxers en Walsh rapport. Toen u, 1990 was ook het jaar waarover u eerder zei, toen was ik persona non grata. Ja, toen was ik niet zo welkom meer bij de NAM. Ja. Maar toen is mijn model dus ook echt afgeschoten, om het zo maar te noemen. Daarvoor heb ik echt het idee, en ook, we hebben ook allerlei materialen gevonden weer van de onderzoeken die zoals die gedaan zijn in de jaren 60. Nou, dat is dan niet extern gepubliceerd, hè. Daar is er geen rugbaarheid aangegeven. Dat is pas gebeurd in 1972 of zo, hè, naar de Kamervragen van Terlouw. Maar als ik kijk naar dat onderzoek en de manier waarop dat gedaan werd, dat is allemaal prima, allemaal goed. Er werd veel aandacht aan besteed, veel geld werd eraan besteed, ook aan het opzetten van de monitoring. Keurig, zo doe je dat. En dat je oorspronkelijk in, dus dat er dan iemand komt die zegt, ja, het wordt misschien toch wel meer, want ik heb lab-experimenten gedaan enzovoort enzovoort, dat je dan toch even zegt, nou, oké, ik denk dat je er opener open moet zijn. Ik denk al dat je dat moet gaan communiceren, van het zou toch best toch kunnen, dat enzovoort enzovoort. Kan ik ook nog wel begrijpen dat je even wacht voor je dat wereldkundig maakt. Maar op een gegeven moment lijkt het erop en dan wordt het ook netjes meegedeeld. Dan komt het in de publiciteit, het wordt gepubliceerd, kan externe challenge op gedaan worden. Allemaal prima. Wat er dan eind jaren 80 gebeurt met die nieuwe bijstelling en dat onderzoek van Toxers en Walsh, ja, dat is mij niet duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. En ook hoe zij tot die conclusie zijn gekomen dat die seismiciteit geen rol zou spelen. Want ja, er staat verder geen woord over in dat rapport, alleen die conclusies. Maar dat geldt trouwens ook een beetje voor die bodemdaling. Dus ze stellen dat, ze poneren dat, maar het wordt verder niet onderbouwd. Ja. Dus daar is iets vreemds gebeurd op dat moment. Ja. En dan krijgen we die tweede periode, daar ben ik de hele tijd niet bij betrokken. Dan kom ik bij SODM. Ja. Nee, daar heb ik geen spijt van, denk ik, eerlijk gezegd, van wat ik dat gedaan heb en hoe ik dat gedaan heb in die tijd. Ik denk ook dat we daar Jan de Jong heel dankbaar kunnen zijn dat hij zich echt onafhankelijk opstelde en ons heel goed ondersteund heeft daarin. Ik geloof ook niet dat we daar dingen fout gedaan hebben of zo, of verkeerd gedaan hebben. Wat wel zo is, is dat het natuurlijk op een gegeven moment wel heel lang is gaan duren. Ik bedoel, 2012 vindt Huizingen plaats en nu is 2022 en het is nog steeds niet veilig. Ja. Heeft staatstoezicht voldoende aandacht gehad ook voor de schades die optreden? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat iedereen vond eigenlijk, nou, het was geen risico, het was schade en dat kon vergoed worden. Die schade, op de een of andere manier werd dat geaccepteerd. Ik denk als je ergens een fabriek zou starten waarbij je zegt, nou, we gaan duizenden huizen beschadigen, maar dan gaan we gewoon betalen, hoor. Nou, dan moet ik nog maar zien dat dat zou mogen. Hè. Dit was natuurlijk wel groot maatschappelijk belang en veel geld. Maar toch, hè, ik denk dat er toch relatief weinig aandacht was voor die schade. Op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie, er is wel een veiligheidsrisico. Je kunt dat aanpakken door de productie te beperken. Nou, dat is ook geadviseerd natuurlijk. Maar de andere kant van de medaille is, je kunt natuurlijk ook de versterking aanpakken. Dat is ook altijd gezegd door SODM, dat moet je doen. We hebben eigenlijk geen toezicht gehouden en niks gevonden en niet gekeken of dat nou fatsoenlijk gedaan werd. En hoe snel, dat is pas gekomen met de komst van Theodor Kokkelkoren. Het argument van de IGM's daarvoor was van, ja, daar hebben we geen expertise voor, daar zijn we geen specialist op dat gebied. Dan kun je omdraaien en kun je zeggen, ja, dan moet je maar zorgen dat je die expertise krijgt natuurlijk. Ik denk dat daar wel, was één expert op het gebied van gebouwen, die was aangetrokken. Niet van Groningen, maar om te kijken naar de schade door later problemen ten gevolge van de kolenwinning in Limburg, die was er wel, één. Die is op een gegeven moment ook vertrokken weer. Dus er is eigenlijk heel weinig aandacht aan gegeven. De toenmalige IGM, Harry van der Meijden, wilde dat ook niet. Vond dat geen taak van SODM. Nou, daar kun je heel anders over denken natuurlijk. Ja. Okay. En u zei net in een bijzin dat onderzoek was ook niet welkom, denk ik. Waarom was dat niet welkom? Ja, ik denk toch dat dat waren natuurlijk vervelende bijeffecten. Iedereen vond het natuurlijk prachtig, die gaswinning. Ik praat nou een beetje natuurlijk op persoonlijke titel. Dat leverde heel veel geld op. Dat was geopolitiek handig. Dat was belangrijk voor Nederland.
denk dat daar best een natuurlijke neiging is. Dat alles wat op de weg komt, wat mogelijk daar een belemmering in zou kunnen zijn, dat niet zo welkom is. Ja. Tot slot, welke vragen wilt u of hoopt u dat de parlementaire enquêtecommissie zal gaan beantwoorden? Ja, kijk ook nog even wat ik zelf nog opgeschreven had aan een aantal zaken en of dat inderdaad aan de orde is gekomen. Ik denk dat die besluitvorming erg belangrijk is natuurlijk. Hoe is dat nou verlopen? Ik denk als je daar van de buitenkant naar kijkt, dan lijkt het erop dat het toch een heel beperkt groepje mensen is geweest die daar de besluiten hebben genomen. En dat er eigenlijk veiligheid nooit iets is geweest wat daar een grote rol in heeft gespeeld. Ik vind die tunnel wel interessant. Hoe is dat nou gekomen? Is dat georchestreerd, die tunnel? Of was die tunnel op een natuurlijke manier? Of heeft iemand daar nog in gestuurd? Is dat nou bewust geweest om daar geen externe adviezen, expertise bij te betrekken of niet? Ik heb er zelf geen mening over. Ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Wat zegt u? Wat denkt u? Dat weet ik niet. Nee. Okay. Nee, kan ik niks over zeggen. Maar dat is de wetenschappelijke kant van de zaak natuurlijk. Ja, ik vind het ook wonderlijk hoe zo lang in die tunnel geleefd is met z'n allen. Hoe is dat nou toch mogelijk dat gebeurt? Dus ik denk dat het toch van belang is om een aantal van de betrokkenen daar verder op door te vragen hoe dat nou kan. Is er nou nooit echt getwijfeld en hoe kan het nou dat als wij daar 2 weken naar kijken. Het helpt natuurlijk wel dat wij relatieve buitenstaanders waren. Dat helpt wel. Het zitten in een tunnel met z'n allen is op zich is dat bekend, hè, uit de wetenschap. Je raakt dan in een soort paradigma, zoals dat heet. En dan is het ontzettend lastig om buiten de doos, hè, thinking out of the box. Hè. Maar dat kun je natuurlijk bewust proberen te voorkomen door juist mensen in te schakelen die niet in die tunnel zitten, die daar niet bij betrokken zijn. Ja. Ik denk dat het wel interessant is om daar nog eens naar te kijken. Ja, waarom is er nou niet in scenario's gedacht? Waarom is er nou steeds 1 voorspelling gemaakt voor de bodemdaling of voor de seismiciteit? Wat is er gebeurd op dat moment van Toxos en Hulos? Wat speelde er voor andere dingen op dat moment die misschien kunnen verklaren waarom het zo belangrijk werd om die bodemdaling weer teruggeschroefd te krijgen en die seismiciteit eigenlijk te zeggen dat ja, niet echt belangrijk was? Ja, dat is denk ik toch ook wel. Ja, en het is misschien ook wel belangrijk om even te kijken, hoe kon het nou dat SODM zo onderbemenst en was als toezichthouder? En wat is dat nou voor besluitvorming geweest? En hoe is het nou gekomen dat de overheid zo weinig mensen en middelen had om op een fatsoenlijke manier dat hele probleem te managen? Ja, ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is. Ja, en dan hebben we nog dingen als de gaswetbrief en zo. Dat denk ik dat ook wel interessant is. Tot onze verbijstering, kan ik toch eigenlijk wel zeggen, gaf NAM ons in januari 2013 een brief. En die zeiden, maar productievermindering, dat kan helemaal niet, want wij mogen dit produceren. Kijk maar, er kwam een brief tevoorschijn, notabene, van het ministerie van Economische Zaken, die wij niet eens hadden als SODM. Waarin NAM gewoon toestemming kreeg om in 10 jaar tijd 425 miljard kubieke meter te produceren, plus wat ze nog moesten inhalen uit de beginperiode van die 10 jaar, plus wat ze nog moesten inhalen van de 10 jaar daarvoor. En op die manier konden ze dus inderdaad 47 of ook die 53 publiceren. Dat mocht. Nou, dat wij dat niet wisten als SODM is natuurlijk heel, heel, heel merkwaardig, denk ik. Ja, wat zou je beter doen? Ja, nou, SODM is zich op een gegeven moment ook wel met volumes gaan bemoeien. Dat denk ik dat we dat niet hadden moeten doen, eerlijk gezegd. Dat eerste advies van SODM, zoveel en zo snel als realistisch mogelijk omlaag met die gaswinning. Ik denk dat we dat zo hadden moeten houden. En pas later, in de loop der tijd, toen er meer duidelijk werd over de norm, hè, want op een gegeven moment krijgen we een norm, en meer duidelijk werd op het gebied van kennis en inschatting van wat de risico's nou echt waren, dat was misschien het moment geweest om weer te zeggen, oké, bij dit niveau is het veilig. Maar dat kon eigenlijk pas natuurlijk vrij laat. Dat komt pas in 2016 of zo, 17 daar ergens. Toen hadden we dat pas moeten doen. Ja. Oké. Ja, dat is het wel, denk ik. Dat is het. Ja. Dank nou, misschien nog even de opmerking dat Jan de Jong, dat is toch wel geweldig wat hij gedaan heeft. En zijn onafhankelijkheid en zoals hij zich onafhankelijk heeft opgesteld. En een ander aspect natuurlijk, denk ik, toch wat belangrijk is om toch naar te kijken, is die positie van SODM. Die onafhankelijkheid en hoe daar invulling door is gegeven door de verschillende IGM's.
Ik heb daar geen klachten over, hoor. Ja. Heel goed. Ja. Dank u wel. Ja. Dank. Okay. Wij zijn uitgevraagd als commissie met u op dit moment. En dank u voor de uitvoerige beantwoording op al onze vragen. Ja. En ik zal kijken weer even naar de griffier hem vragen om u naar buiten te begeleiden. Ja, heel goed. Dank u wel. Geldt ook voor de heer Boomsma. Ja, dank u wel. Ja. Okay. Tot ziens. Ik ga de vergadering zo sluiten en wij hervatten de dag met het tweede verhoor om 12:15. Dan sluit ik nu de vergadering.